Goedemiddag en van harte welkom bij What's Next at SurfConnect, aflevering 2021. Dit is de 10e aflevering vanuit Den Bosch. Goedemiddag en welkom. Mijn naam is Remco Rutte. Ik ben jullie dagvoorzitter vandaag en neem jullie door het hele programma heen. We gaan vandaag vanmiddag jullie weer bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Identity and Access Management. Dat doen we met een heel mooi programma en met 160 inschrijvingen vandaag voor deze jaarlijkse conferentie. Mijn naam is Remco Rutte. Wat ik er nog even bij wil zeggen, bij een aantal mensen die kijken, ben ik bekend als de adviseur voor de mbo-instellingen. Dat moet je vandaag echt helemaal vergeten. Ik ben hier alleen maar dagvoorzitter. Ik ben er voor iedere instelling en voor ieder contactpersoon. We zijn hier in het congrescentrum 1931 in Den Bosch. Dat is ook de jaarlijkse locatie van de Surf Onderwijsdagen. We zijn hier met alle sprekers en met de hele organisatie bij elkaar. Dus dat geeft al een beetje het gevoel dat we teruggaan naar een oude conferentie. Ook met echt deelnemers op locatie. Maar goed, zoals vandaag nog vanwege de regels natuurlijk even online. Dat hebben we helemaal goed voor je voorbereid. Je kijkt nu via WebEx, een videobelprogramma, naar deze conferentie. Dat is voor een aantal mensen nog wat onbekend. Daarom nog even wat aandacht voor de chat. De chatfunctie zit rechtsonder in je beeld. Daar zie je een tekstballonnetje staan. Als je daarop klikt, dan verschijnt er aan de rechterkant een witte balk van boven naar beneden. En dan kun je onderin je chat invoeren. En dat willen we meteen even gaan gebruiken. Want ik wil heel graag weten waar vandaan jij deze conferentie volgt. Dus noem de naam van je dorp of van je stad. Of van de gemeente, wat jij wil. Maar iets wat een plaatsaanduiding is, stop dat eens even in de chat. Dat zien we dan als het goed is voorbij komen. En ik ga straks even aan onze chatmoderator vragen wat nou de meest bijzondere plaatsen zijn. Misschien zit er wel iemand bij die vanuit het buitenland zelfs deze conferentie volgt. Wie weet. Dus hierbij de oproep, geef je plek in de chat aan waar vandaan je deze conferentie volgt. Nog een andere tip is, mocht je om een of andere reden uit deze sessie klappen of je weet het niet meer. Als het goed is heb je ook in je webbrowser onze landingspagina van deze conferentie openstaan. www.surf.nl/wnasc, de afkorting van What's Next at SurfConnect. Daarin kun je altijd alle linkjes weer terugvinden, zoals ook de link naar deze plenaire sessie. En zijn er technische problemen met WebEx bij jou? Je kunt altijd even mailen naar events@surf.nl. Dan het programma wat vandaag in hoofdlijnen wil ik even vertellen. We beginnen zo direct met Femke Mors om eens even terug te kijken en vooruit te kijken naar de ontwikkelingen rondom SurfConnect. Wat zijn de trends, wat zijn de cijfers? Dan hebben we onze eerste keynote vandaag. Die gaat over de internationale ontwikkelingen rondom Identity and Access Management. En dat is niet zomaar een spreker, dat is Klaas Wieringa, daarover straks meer. Dan hebben we 5 korte talks van de 5 onderwerpen die ook later in het programma in de parallelsessies uitgebreid worden behandeld. En dat is een feestje van afkortingen zoals je eigenlijk binnen de ICT gewend bent. SRAM, EDUID, API Security, SSI en MFA. Nou, aan het einde van deze middag weet je perfect wat deze afkortingen allemaal betekent en wat de stand van zaken is. Om 2:30 daarna, na die 5 korte talks, gaan we even met jullie een breakout doen. En dan willen we eigenlijk een antwoord hebben van een belangrijke vraag voor jullie. Daarover later meer. Daarna, om 2:50 starten we met de parallelsessies die ieder 40 minuten duren. Dus het zijn 5 parallele trajecten. En tenslotte om 3:30 hebben we een afsluitende keynote met Wim Biemold over security en identity and access management. En daarna is het rond 4:00 de afsluiting. Ik kijk nog even in de chat of daar nog iets te zien is, maar ik zie nog geen plaatsnamen. Dat komt dan misschien later in het programma nog even terug. Dan wil ik graag door naar het volgende onderdeel met Femke Mors. Goedemiddag Femke, welkom. Dank je. Dat zijn we weer een jaar later. We gaan kijken naar SurfConnect het afgelopen jaar en het jaar vooruit. De eerste vraag is eigenlijk, wat heb je de afgelopen jaar gezien rondom SurfConnect? Nou, we zaten in november natuurlijk in Utrecht. Toen heb ik al wat verteld over de statistieken. Het lijkt me leuk om nu even weer terug te gaan naar de statistieken van 2020. Toen probeerde ik nog te voorspellen waar we op uitkwamen. Volgens mij heb ik 215 miljoen genoemd. Nou, dat was ook het aantal logins wat we in 2020 hebben verwerkt als SurfConnect. En dat is 37% meer als dat jaar ervoor.
En dat zie je ook terug in het aantal unieke gebruikers. Gaan richting de 2 miljoen unieke gebruikers. En het aantal diensten wat is aangesloten op Surf Connect. Dat zijn er ruim 1500. Zo. Dus flinke toename van de statistieken. Dus je ziet dat Surf Connect en het gebruik daarvan nog steeds heel hard groeit. Ja, en als ik dan even terugga naar nu. Ik heb ook even voor het eerste kwartaal gekeken. En we zitten in het eerste kwartaal op bijna 70 miljoen logins. Okay. En dat is ook het meeste voor een kwartaal tot nu toe. Okay. Dus je ziet dat het gebruik heel erg toeneemt. Okay. Is dat ook meteen een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar, als je daar naar kijkt? Nou, het geeft wel weer hoe onze instelling, maar ook de diensten Surf Connect blijven gebruiken en daar nog steeds in geloven. Dus wat dat betreft kan je het als een indicatie van hoogtepunten zien. Ja. Ik heb ook even gekeken van sinds november, wat is er eigenlijk gebeurd? En er is heel veel gebeurd. We hebben een nieuwe dienst gelanceerd, Surf Research Access Management. Wordt nog uitgebreid besproken vandaag. Maar ik wil toch. Het is een dienst die onderzoekers helpt om toegang te krijgen tot onderzoeksdiensten. Maar niet alleen onderzoekers en onderzoeksgroepen, maar juist ook instellingen. Dus eigenlijk de mensen die nu kijken. Mm-hmm. Want het helpt ook om jouw gebruikers en onderzoekers de juiste tools te geven om veilige toegang te krijgen. Dus een hele mooie nieuwe dienst waar we druk mee aan de slag gaan. Maar ik ga niet te veel vertellen, want ik wil ook wat voor de collega's overlaten. Ja. En een ander opvallend iets en wat iedereen waarschijnlijk ook gezien heeft, is dat we de layout hebben veranderd. Nou, ik zei in november, we gaan het een beetje opfrissen. Nou, ik denk dat we daar wel iets te kort mee doen. Want wat in deze layout ook heel belangrijk is, is de toegankelijkheid. Dus we hebben echt opgelet dat mensen die bijvoorbeeld blind zijn of geen muis kunnen bedienen, wel heel goed hun instelling kunnen selecteren bij het inloggen, het consentscherm kunnen bekijken of kunnen beluisteren. Zodat de toegankelijkheid voor iedereen die ons platform gebruikt goed is. En dat moet ook wel met 2 miljoen unieke gebruikers. Ja. Dus ja, ik denk dat het, naast dat het er heel mooi uitziet, dat het ook veel beter is geworden. Oké. En als je dan vanaf hieruit vooruit gaat kijken, wat zie je dan aankomen? Wat staat er op de roadmap? Nou, we zien dat vooral die nieuwe ontwikkelingen. Nou, ik heb al Surf Research Access Management genoemd. Maar ook EduID, OpenID Connect met API Security. Allemaal onderwerpen die vandaag aan bod komen. Dat vooral in het teken staat om die ook echt te laten gebruiken. Dus dat we laten zien van wat is de meerwaarde en ook onze klanten helpen om dat toe te passen. Dus voor SRAM betekent dat we echt actief met de onderzoeksgroepen in gesprek gaan. Ze ook echt technisch helpen om die stap te zetten, om diensten te koppelen. En met EduID gaan we pilot starten. Mm-hmm. Die gaan ook echt van start dit jaar. Dus je ziet dat nu de stap is van het gebruik van die diensten. Daar willen we vooral op investeren. Dat gaat er allemaal gebeuren het komend jaar. Ja, en de details die horen we vandaag. Ja, EduID staat ook op het programma, ook in de parallele sessies. Ja. Dus dat is heel waar we op gaan inzetten. Ja, en daarnaast, als je kijkt naar het platform Surf Connect, dit jaar staat de security audit in de planning. Die doen we elke 2 jaar. Dat is een technische audit. Waarbij we eigenlijk het hele platform doorlichten. En Surf Connect, Surf Security ID, laten we allemaal onderzoeken. Dus daar zijn we ook druk mee om te zorgen dat we de juiste dingen laten onderzoeken. En elk jaar bekijken we waar zitten de risico's. Dus hoe zorgen we dat het platform veilig blijft. En wat moeten we deze keer laten bekijken? Dus voor de security audit betekent dat Surf Connect is steeds vaker een onderdeel van ketens. Hè? Dus je logt in, maar je krijgt ook sterke authenticatie. Ja. Er wordt misschien autorisatie vanuit Surf Connect gedaan. En we willen vooral die ketens heel goed gaan testen. Dus de individuele onderdelen zijn nog getest. Maar hoe zit dat nou als je van A naar B gaat? En daarnaast gaan we ook een stapje verder met pentesten. Dus dat zijn de standaardtesten van is je platform van buiten toegankelijk. Nou, we weten dat best wel goed geregeld is. Maar wat gebeurt er nou als die eerste lijn eigenlijk doorbroken is? Dus een beheerder de laptop is gecompromitteerd. Ja. Wat kan er dan gebeuren? En dat wordt dan ook weer ingegeven door incidenten die we natuurlijk om ons heen hebben gezien. Ook dan moet je goed beschermd zijn.
Dus ja. Daar ligt ook dit jaar de focus op. Dat is een mooie link alvast naar de afsluitende keynote van vandaag. Security and Identity and Access Management. Ja, dat is zeker. Ja, dat is zeker hele leuke keynote, zou ik zeker kijken. Ja. Maar ja, je ziet dat identiteiten, twee-factor authenticatie, dat het in security gewoon zo'n belangrijk onderdeel is. Eigenlijk de basis voor je beveiliging. Ja. Identity management zien we ook bij de instellingen. Die zijn er allemaal mee bezig. Willen allemaal een stapje hoger daar maken. Dat nog beter onder controle hebben, in control zijn. Dus het is echt wat dat betreft een hot item. Ja. Is het spannend, die audit die eraan zit te komen? Vinden jullie dat als team spannend rondom SurfConnect? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee, want we laten echt heel regelmatig dingen auditen. Sowieso nieuwe onderdelen. En we doen dit eigenlijk elke 2 jaar. En tot nu toe, er komt vaak wel wat uit. Maar is de algemene indruk die de auditor ons geeft van het ziet er solide uit. Ja. En we zien dat hier mensen aan het werk zijn, programmeurs, die weten wat ze doen. Dus dat geeft ons ook wel vertrouwen voor de volgende audit. Ja. En je noemde net even de cijfers, stijgende cijfers van het gebruik en zo. De capaciteit, hoe is het daarmee met SurfConnect? Kunnen we het bijhouden? Dat gaat heel goed. Ja, ik weet dat in november hadden we het nog over die recordweek in september. Toen ging het heel erg goed. En je ziet nog steeds dat we het prima onder controle hebben. Okay. We hebben zelfs wat dingen geoptimaliseerd, ook in de code. Zodat we eigenlijk nog wat meer overcapaciteit eigenlijk hebben. Eigenlijk gaat dat heel erg goed. Dus er wordt wat getweakt. Zo heet dat toch? Of, getweakt. Ja, constant in de gaten houden van, is er ergens nog winst te behalen? Dat proces, dat neemt wel veel bijvoorbeeld geheugen in. Of processorsnelheid. Kunnen we daar dingen verbeteren? Want gewoon het inloggen, dat moet gewoon snel, solide gebeuren. Ja. En je ziet ook als we een nieuwe functionaliteit bouwen, zoals EduID of API Security, wat best wel om het platform heen zit, dat we dat zo onafhankelijk opzetten van dat loginproces. Okay. Dus ook de manier waarop we dat doen, we willen doorontwikkelen, maar dat inlogproces, dat beschermen we. Ja. Maar op zo'n manier dat we wel innovaties kunnen doen. Om te voorkomen dat het iets onbeheersbaars wordt als er zoveel nieuws bij komt. Ja, of dat je een nieuwe technologie of een nieuwe functionaliteit introduceert en dat misschien iemand daar wat fout doet en het hele platform naar beneden wordt getrokken. Nee, dat proberen we natuurlijk ten alle tijde te voorkomen. Ja. Zijn er nog wat bijzonderheden te melden, behalve deze cijfers en trends? Nou, ik denk wat leuk is, en dat hebben al onze contactpersonen ook gezien, is dat wij als SURF in opdracht van OCNW zelftestonderwijs.nl hebben gebouwd. En ook verantwoordelijk zijn voor de distributie van zelftesten voor het onderwijs. En hoe dat eigenlijk bij SURF is gekomen, is denk ik wel een leuk verhaal. Want dat is door SurfConnect eigenlijk gebeurd. Okay. Ze hadden door van, we moeten mensen kunnen laten inloggen met betrouwbare accounts. We willen weten of iemand student of medewerker is. Ja. En toen was natuurlijk al heel snel het lijntje met SurfConnect gelegd. Ja. En van daaruit is eigenlijk dat balletje gaan rollen. En heeft Surf daar een grotere rol in gespeeld. Maar je ziet dat ook wel de kracht laat zien van SurfConnect. Alle instellingen die hier gebruik van konden maken, waren aangesloten. Of konden we eigenlijk binnen een week aansluiten voor deze dienst. En dan zie je dat een onderdeel wat je anders niet had kunnen doen, dat we dat gewoon heel snel hebben kunnen doen met SurfConnect. Ja, dat was een project onder hoge tijdspanningen met een hoge ambitie inderdaad. Hè? Dus, het projectteam heeft heel hard gewerkt. Ja. En moet ik eigenlijk zeggen, wij hebben als SurfConnect team daar ook wel werk aan gehad, maar voor ons was het run of the mill, eigenlijk vrij eenvoudig om te doen. Ja. En dat geeft ook wel weer de kracht aan dat we dit met z'n allen doen en dat we die federatie hebben en dat iedereen meedoet. Dat als zo'n initiatief er is, dat het mogelijk is om dit uit te rollen. Om dat in te schakelen. Ja. Heb je nog een laatste toevoeging voordat we verder met het programma gaan? Ik heb vorige keer ook al gezegd, we willen heel graag van onze klanten, instellingen horen van wat leeft bij jullie. Laat het ons weten. We willen dat graag ook toepassen in onze diensten. Er komt straks nog een leuke interactie. Ik zal er niet zoveel over zeggen. Nee. En straks bij de parallele sessies. Ja, dat is ook echt de mogelijkheid om met mensen in gesprek te gaan en vragen te stellen. Ja. En ook nog een oproep. Als we
een, bijvoorbeeld vragen uitstellen via de nieuwsbrief. Ja, probeer dat in te vullen. We willen bijvoorbeeld nu weten, hoe werken alumni binnen jouw instelling? Oh ja. Nou, probeer daar zoveel mogelijk invulling aan te geven. Want dat helpt ons heel erg om de diensten door te ontwikkelen. Dus, ja. Dat is een mooi bruggetje naar een onderdeel later in het programma. Dus, ja. Hey, tot zover bedankt, Femke. Ik zie je later in het programma nog wel even terug. Dank je wel. Ik zie nog een paar reacties in de chat over waar vandaan deze conferentie gevolgd wordt. En er worden inderdaad Winsum, het mooiste dorp in Nederland, chat Gert Douma. Ik zou niet weten waar het ligt. Iemand in de zaal toevallig hier? Nee, hè? Winsum. Friesland? Sorry? 15 kilometer van Groningen, in het hoge noorden. En tussen de appels en peren in de Betuwe, chat Nick. Nou, dat is heel gezellig, klinkt ook lekker. We gaan door naar het volgende onderdeel van het programma. Ja, ik heb de eer om jullie de eerste keynote aan te mogen kondigen van deze conferentie. Het gaat over het internationale perspectief op identity en access management. En daar gaan moeilijke termen voorbij komen, maar daar ga je wat van opsteken, zoals de European Student Identifier, de European Open Science Cloud en EduGain, de internationale variant van SurfConnect. En vooral gaat Klaas inzoomen op de voordelen van standaardisatie en hoe samenwerking daarin loont. En een van de bewijzen is EduRoam, de dienst die jullie vast wel kennen vanuit het wifi-netwerk. En laat nou net zijn dat de keynote speaker daar de bedenker van is, jaren geleden. Ik heb het over Klaas Wieringa, hier aanwezig. Dag Klaas, welkom. Klaas is Chief Information and Technology Officer bij Géant. En Géant is het pan-Europese netwerk tussen alle surfen in Europa, laat ik hem zomaar even noemen. En Klaas is daarbij verantwoordelijk voor Trust and Identity natuurlijk, waar hij vandaag over gaat praten, maar ook voor beveiliging, cloud, product and software development en de IT van Géant. Maar belangrijk misschien nog wel om te noemen, als gevolg van het bedenken van EduRoam ben je als een van de weinige Nederlanders opgenomen in de Internet Hall of Fame. Dus hier staat wel echt iemand die recht van spreken heeft. Klaas, aan jou het woord. Dankjewel Remco. Daarnaast vergeet je nog te vermelden dat ik als geboren Groninger ook iedereen kan vertellen waar Winsum ligt. Uithuizen, Rode School, wat dies meer zei. Ja, goedemiddag. Bedankt voor het mij uitnodigen. Ik heb 13 jaar bij Surfnet gewerkt en het is goed om even weer terug op het oude nest te zijn. Ook al staat dat nest vandaag in Den Bosch. Dus nogmaals bedankt. Waar ik de komende 20 minuten of zo met jullie over wil praten, is hoe Nederland, zoals ze dat in het Engels zeggen, above their weight can punchen. Dus hoe kan je er nou voor zorgen dat zo'n klein landje als Nederland toch globaal effect sorteert? En waarom zou je dat willen? En dat wil ik doen door mijn presentatie in twee stukken op te knippen. Ik begin met wat te vertellen over twee ontwikkelingen, EduRoam en A-Select, waar ik heel nauw betrokken ben geweest. En die een hele verschillende toekomst hebben gekregen. En ik probeer erachter te komen waar dat nou door komt. En ik heb daar wat theorieën over. En vervolgens wil ik dan de stap maken naar van, ja, wat zien wij nou in ieder geval vanuit Géant. Maar als je kijkt naar het programma van de rest van deze middag, dan denk ik dat het veilig is om te zeggen dat die overtuiging ook bij Surf leeft. Wat zijn nou de strategisch belangrijke ontwikkelingen op het gebied van Trust and Identity? En dan een paar conclusies daaraan te verbinden. Dus nou, laat ik beginnen met EduRoam. Altijd gevaarlijk. Ik heb maar 20 minuten en ik kan hier ook wel 20 uur over praten. Maar ik ga proberen mezelf in te houden. EduRoam, gestart in rond het jaar 2002, 2001... In ieder geval internationaal begonnen we in 2002. En ja, ik had dat idee. Maar je ziet bijvoorbeeld middenboven een foto van Paul Dekkers van Surf. Die zeker net zoveel heeft bijgedragen aan het succes van EduRoam als ikzelf.
Maar belangrijker nog, op de foto's daaronder zie je een Sloveen, een paar Finnen, een Portugees, een Deen. En wat ik denk dat heel bijzonder aan Eduroam was, is dat het al heel erg snel, eigenlijk binnen een half jaar nadat we dit hadden uitgeprobeerd bij de U Twente en de Hogeschool van Amsterdam, dat internationaal mensen hier aan mee begonnen te werken en hier mee aan de haal zijn gegaan in zekere zin. Want als je nu kijkt waar de ontwikkeling plaatsvindt, dan is dat zeker niet meer alleen in Nederland, maar is Eduroam echt een globaal iets geworden. En dat zie je terug in statistieken. Ik geloof dat we inmiddels op 112 landen of zo zijn waar Eduroam aanwezig is. We zien honderden miljoenen authenticaties, internationaal, maar ook nationaal. Eigenlijk in de afgelopen 10 jaar of zo, moet je met een goed verhaal komen waarom je niet Eduroam zou willen doen als onderwijsinstelling. En dat is te danken aan het feit dat het echt een globaal iets is geworden. Ik heb wat foto's verzameld over allerlei plekken op de wereld waar Eduroam gebruikt wordt. In bussen, vliegvelden, alle continenten behalve Antarctica. En daar zijn we mee bezig. Er is een Noorse researchstation in Antarctica waar we willen proberen om daar Eduroam te krijgen. Ook al hebben ze heel weinig onverwachte gasten daar, maar het is natuurlijk wel leuk om te kunnen zeggen dat het overal aanwezig is. Als ik dan dat vergelijk met A-Select en voor degene die niet meer weten wat dat ook alweer was, ook in het jaar 2002 gestart. In het midden zie je het whiteboard wat eigenlijk de basis vormde van het idee achter A-Select. En dat is een authenticatiemethode waarbij je op basis van je authenticatie met je studentenchipkaart of met je bankpasje of met sms je toegang kon krijgen tot heel veel diensten. Nou, ik neem aan dat iedereen die hier aanwezig is onmiddellijk denkt van, goh, kennen we dat niet? Kunnen we dat niet ook met Connext? En waarom is er geen A-Select meer? Dat is de vraag die ik me stelde. En dat was in het begin niet onmiddellijk duidelijk. Het ging eigenlijk als een trein. Het werd opgepakt door de Nederlandse overheid. Het vormde de basis van DigiD. Ik heb nog jarenlang, 1 keer per jaar, ergens in maart, met veel plezier het woordje A-Select langs zien komen in het verder wat minder prettige belasting invullen. Het werd gebruikt bij Entree, bij Kennisnet. Dus het ging eigenlijk heel goed. Het was ook bijna de authenticatieoplossing die gekozen werd door Uninet, de Noorse surf. En eigenlijk is dat een beetje het moment waarop het fout is gegaan. Uninet heeft op dat moment besloten om niet voor A-Select te gaan, maar zelf wat te gaan bouwen. Net als surf in de tijd. En dus er was geen echte internationale aanhaken. En wat waarschijnlijk nog veel belangrijker is geweest hier, is iets anders wat er gebeurde. En dat is dat Microsoft op een gegeven moment, op dat moment waren ze met grote afstand de dominante speler op de internetmarkt. Microsoft dacht, wij willen de IDP voor de wereld worden met Passport. En daar was, even als klein terzijde, daar zijn ze nu weer mee bezig door iedereen in hun omgeving te trekken. En ervoor te zorgen dat je Wave tegenwoordig de Microsoft Wave is. Dus de geschiedenis herhaalt zich in dat opzicht wel een beetje. Maar wat er gebeurde op dat moment is dat heel veel andere bedrijven in het geweer zijn gekomen en hebben gezegd, oh wacht even, dat kan niet. We kunnen niet hebben dat Microsoft de identity-wereld globaal helemaal kan domineren. En dat was de geboorte van een project geheten de Liberty Alliance. En de Liberty Alliance was de club die met de allereerste versie van
de SAML-standaard kwam. Dat is later dan in Oasis weer verder opgepakt en verder gestandardiseerd. Maar het begon allemaal met de Liberty Alliance. En wat daar gebeurde, is precies wat je ook ziet bij Eduroam, namelijk de hele wereld gaat samen een bepaalde kant uit. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, dat kan je samenvatten met één zinnetje en dat is integratie is ongelooflijk kostbaar. In het begin, bij Surfnet, waren we nog heel blij als we weer een nieuwe service provider konden aansluiten op A-Select. Dan gingen we het bouwen van zo'n connector van A-Select naar zo'n service gingen we dan laten uitvoeren en hadden we weer een service provider aan boord. Nou, met honderden, zo niet duizenden service providers gaat dat heel erg uit de hand lopen. Niet alleen financieel, maar ook puur wat effort betreft en zo. En wat je dus ziet als je nou dan kijkt naar SAML, dan krijg je het gratis in heel veel gevallen. Jij hoeft de integratie niet te doen. Ik stel het iets makkelijker voor dan het is. Er is heus nog wel effort in onboarding. Maar in ieder geval qua standaarden, daar hoef je niet meer zorgen over te maken. Je definieert alle service providers die aan willen sluiten op SurfConnect moeten voldoen aan een bepaald SAML-profiel en het werkt bijna out of the box. En dat, ik denk dat dat niet overschat kan worden, het belang van het je vormen naar globale standaarden. En nog veel beter, zorgen dat je erbij bent. Zorg dat je meedefineert aan die standaarden. Dus om er zeker van te zijn dat die standaarden ook overeenkomen met jouw business cases. Dus als ik dan even praat over, nou, wat zijn dan die lessen die ik eruit uit probeer te trekken. Nou, eentje is, er is natuurlijk heel veel geluk mee gemoeid. Laten we eerlijk zijn. En ik pretendeer ook niet dat dit het enige antwoord is. Soms ben je op het juiste moment op de juiste plaats. Dat heeft bij Eduroam zeker een rol gespeeld. De standaarden werden net volwassen. Wireless campuses begonnen net. En er was dus het voorzag in een behoefte. Maar wat ook heel belangrijk is, en dat is altijd een belangrijk punt geweest bij Surf, is je moet gewoon dingen proberen. Zorg dat je erbij bent, zorg dat je weet wat de uitdagingen zijn en als het even kan, probeer daar aan bij te dragen. Dus als ik dan overstap naar het tweede deel van mijn presentatie, dus met die ontwikkelingen en die lessen in je hoofd, als ik dan kijk naar wat voor Geant gezien wordt als de belangrijke strategische gebieden op het gebied van trust en identity, dan delen we eigenlijk onze klanten, partners in drie hoofdgroepen. Dat zijn de Europese research infrastructuren. Panosk is de foton- en neutrongemeenschap. EOSC Life zijn de life sciences. SHOCK de social sciences enzovoort. Daar verzorgen we heel vaak de authenticatie- en autorisatie-infrastructuur voor. Dat komt nu heel erg samen in dat massale programma, de European Open Science Cloud. Ik ben zelf de technische directeur van EOSC Future. Dat is het project wat de basis van EOSC bouwt. Maar daar zijn heel veel mensen van zowel Geant als van de nationale researchnetwerken, inclusief mensen van SURF bij betrokken. High performance computing. Hoe kan je ervoor zorgen dat al die supercomputers en straks met de exascale computers die hyperconnected moeten zijn. Vergeef mij wat van dit Europese commissiejargon. Maar hyperconnected betekent dat ze hele goede netwerkverbindingen moeten hebben en dat het heel makkelijk moet zijn om met je authenticatiegegevens van de ene organisatie gebruik te maken van supercomputing faciliteiten in een andere organisatie. En als derde studenten. En dan heel specifiek wanneer we het hebben over trust and identity, praten we vooral over student mobility. Femke had het al even over de European Student Card Identifier. Er is het Erasmus Plus programma voor uitwisseling van studenten. En natuurlijk valt daar ook iets als Eduroam onder.
En wat we zien is dat daar nieuwe dingen gebeuren. Bijvoorbeeld uitbreiding op Ederoom, het Open Roaming initiatief, wat eigenlijk de commerciële wereld is die de Ederoom standaarden omarmt en zegt van, hey, dat ziet er interessant uit, laten we dat eens gaan bouwen, ook voor buiten het onderwijsveld. Dus eigenlijk zie je dat wij daar een voortrekkersrol hebben vervuld in de onderwijswereld en dat nou via de achteringang in feite komt het nu weer binnen vanuit de commerciële wereld. En daar sluiten we dan op aan om ervoor te zorgen dat voor studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen binnenkort op nog veel meer plaatsen Ederoom toegang is. Terug even naar, naar de niet-roaming, zeg maar, de activiteiten rondom authenticatie en autorisatie voor applicaties, high-performance computing, research infrastructures en studententoepassingen. Wat we eigenlijk zien is dat we dat, als we kijken over wat Geant nou eigenlijk levert, als zeg maar de associatie van de vereniging van surf van deze wereld, en met deze wereld bedoel ik Europa natuurlijk, voordat er niet-Europeanen meeluisteren. Dan zien we eigenlijk dat we dat op drie vlakken doen. We hebben het netwerk, we verbinden de nationale researchnetwerken met elkaar en met de rest van de wereld. We hebben die identity layer, Eduroam voor netwerkaccess, EduGain voor applicatieaccess. En daarbovenop steeds meer bouwen we een samenwerkingsinfrastructuur die het mogelijk maakt om virtuele organisaties te creëren, onafhankelijk van de instelling waar een bepaalde persoon bij hoort. En wat daar heel belangrijk is, is de zogenaamde ARC Blueprint Architecture. ARC is een authenticatie- en autorisatieproject wat specifiek heeft gekeken naar de wensen van de research community. Om het maar heel plat te zeggen, de research community heeft een white paper gepubliceerd, de FIM4R paper, die, als ik het even onbeleefd samenvat, zegt You Identity Federation Suck. En wel hierom, een hele lijst van functionaliteit die researchgemeenschappen niet kregen van de standaard identity federaties, zoals Surf Connect daar zijn. Als antwoord daarop hebben we samen met die research community, samen met een heleboel mensen van verschillende NRENs, inclusief Niels, Arnoud, Maarten enzovoort, die ARC Blueprint ontwikkeld en in het geval van Geant een product gebouwd wat dat implementeert, GT EduTeams. En dat is bijvoorbeeld wat onder de motorkap zit bij SRAM. En dan moest ik Bas natuurlijk ook al eventjes daarbij noemen als de grote man achter SRAM. En wat het grappige is, ook al hebben we dit ontwikkeld om die research communities te bedienen, we zien eigenlijk dat dat terugkomt in heel veel van die andere activiteiten waar ik het net over had. Dus als je kijkt naar wat we doen voor student mobility, dan zien we dat diezelfde EduTeams infrastructuur wordt gebruikt om student mobility mogelijk te maken. Want daar heb je hetzelfde probleem. Die studenten maken deel uit van heel veel verschillende organisaties. Die wil je een faciliteit bieden om naar andere instellingen te gaan. Als je kijkt naar die grote research infrastructuren, die hebben hetzelfde probleem. Dat zijn samenwerkingen vaak over de hele wereld. Die willen groepen kunnen definiëren die niet specifiek bij één bepaalde instelling horen. En daar zien we dan elke keer weer die ARC Blueprint architectuur terugkomen. Ook wel geheten de Rise of the Proxies, want de manier waarop het is geïmplementeerd is dat er een proxy zit tussen, zeg maar, EduGain en de services in zo'n community. En dat het maakt het mogelijk om groepen te definiëren, om rechten toe te kennen aan die groepen enzovoort. En we zien dus dat dat overal naar boven komt als patroon, als integratiepatroon, wat heel erg nuttig blijkt te zijn. En daar zal je vanmiddag nog wel meer voorbeelden van horen.
Ik wil afsluiten met een paar dingen die ik voor een deel al wel gezegd heb, maar waarvan ik toch denk dat het nuttig is om ze nogmaals te herhalen. Als je als klein landje echt wat in de melk wil brokkelen, dan moet je zorgen dat je meepraat. Moet je niet wachten op wat het, tot er iets op je afkomt. Daar is SURF al bijna 30 jaar heel succesvol in. En ik denk dat dat vooral zo moet blijven. Ik denk dat, dat je moet blijven focussen op open standaarden, liefst open source. Op het moment dat je je uitlevert aan een bepaalde industriële speler, dan weet je dat je een risico loopt. Het hoeft niet fout te gaan, het kan wel fout gaan. En waarom zou je dat risico willen lopen? Ik denk ook dat dit een mooi moment is om, om te erkennen dat, dat SURF hier heel goed bezig is. Naast dat er, zo uit mijn hoofd, 4 ex-SURF-netters bij Giant werken, dus dat er ook fysiek bijgedragen wordt aan Giant, is er ook een hele lange lijst van individuen. Ik heb hier een aantal genoemd, maar er zijn zeker nog meer, die heel erg bijdragen aan het vormgeven van al die verschillende dingen. Multifactor authenticatie, edu-ID's, edu-VPN, edu-ROM natuurlijk, in academia. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En ik denk dat dat naast dat dat ontzettend goed is voor ons, voor Giant, heel erg goed is voor de Europese research- en onderwijsgemeenschap. Daarnaast is het heel erg goed voor die mensen zelf. Ik denk dat die zich heel erg kunnen ontwikkelen door samen te werken met heel veel mensen van over de hele wereld. Maar ik denk vooral, en dat is het allerbelangrijkste vanuit de SURF-gemeenschap en vanuit SURF bekeken, dit is heel erg goed voor SURF. Want hierdoor zorg je dat EduID, EduVPN, EduRoam, dat dat allemaal internationaal wordt opgepakt en dat je dus gratis kan meeliften op een idee wat je ooit hebt gehad en waardoor je een soort multiplier effect krijgt en je veel meer bereikt dan je ooit alleen had kunnen bereiken. Dankjewel. Dankjewel, Klaas. Ja, ik klap maar even met een paar mensen hier in de zaal. Ik hoor zelfs applaus uit de grote zaal. Dat, ik weet niet of jullie het ook meekregen, maar dat klonk echt met veel echo. Dat mooi. Dus stevig en goed naar je geluisterd. Ik kreeg net ook door dat van de 160 inschrijvingen ook 130 kijkers op dit moment live hebben. En dat zijn alle specialisten in onze instelling in Nederland. En ik ben wel heel blij met dat je ook het internationale perspectief inderdaad dus even heel goed aangeeft. En dat SURF ook daarin goed aan moet blijven haken. Want dat is toch een van de kern van de boodschappen. Absoluut, van mij. Absoluut. Ja. Ja. We kijken even in de chat, althans in een extract van de chat. Daar is een vraag gesteld door Sander. Naast infra zijn ook verwerkersovereenkomsten nodig om service providers voorzichtig met je data om te laten gaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niet iedere instelling een verwerkersovereenkomst hoeft af te sluiten? Dat roept om een soort samenwerking, juridische samenwerking, dat is bijna een privacy-vraagstuk, geloof ik. Kun je daar vanuit Giant perspectief, hoe zie je dat internationaal? Heb je daar een kijk op? Nou, het korte antwoord zou nee zijn, maar ik kan wel iets langer over praten. dat is niet typisch iets wat op de weg van Giant ligt. Dat doen we natuurlijk wel voor onze eigen diensten. Daar zorgen we altijd dat we dat soort overeenkomsten aangaan en we hebben 2 GDPR-experts in dienst die dat soort dingen allemaal bekijken. Ik zie daar wel een mooie rol voor SURF weggelegd. Ja. Het simpele feit dat SURF met Connext al een soort spin in het web is, maakt het relatief makkelijk. Jullie hebben die contacten met de service providers. Ja. Dus ik denk dat er allerlei mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat voor de instellingen dit gestroomlijnd kan worden. Ja. Nou, goed om te herkennen dat het ook internationaal leeft en dat jullie daar ook mee bezig zijn. Helaas wel, zou ik bijna zeggen. Ja, het komt natuurlijk door de invoering van de AVG-wet in 2018, hier in Nederland althans. En GDPR is toch de Europese variant? Dat is de Engelse vertaling van hetzelfde woord. Oké. Helemaal goed. Dat dicteert heel veel van de dingen die we op het moment aan het doen zijn.
simpele dingen, dingen als bijvoorbeeld de hyperscalers, de Amazons enzovoort, die volop gebruikt worden in allerlei diensten die we aanbieden, moeten ons ineens druk gaan maken over waar ze gevestigd zijn. Daar hebben we allemaal mee te maken. Het leven van vandaag. Klaas, nogmaals hartelijk dank voor deze inkijk en graag tot de volgende keer. Kom heel graag nog een keer. Fijn, oké, dankjewel. Gaan wij door naar het volgende onderdeel van het programma. Ja, en na deze eerste aftrap met het internationale perspectief op Identity and Access Management, gaan we door naar 5 korte talks van even zoveel dezelfde onderwerpen die vanmiddag ook in de parallele sessies aan bod gaan komen. Dus dit geeft je mooi een gelegenheid om eens even te ruiken aan de 5 onderwerpen, zodat je straks een hele mooie keuze kunt gaan maken voor een van de parallele sessies. En we beginnen met een dienst, SRAM afgekort, Serve Reaches Access Management, die vorig jaar voor het eerst gelanceerd is. Maar voordat we naar mijn collega's gaan om daar verder over te praten, starten we eerst een filmpje. Research is increasingly being done in collaboration with people from multiple institutions and companies worldwide. But researchers often experience hurdles arranging access to research resources, both in web and non-web systems. Generally, arranging access for a collaboration is done on a project-by-project basis, whereby researchers and institutions fall back on solutions which are often costly, inefficient, and less secure. To remove these hurdles, SERF, in collaboration with institutions, has developed SERF Research Access Management. This new service puts the research collaboration in control and enables secure access to all available research services. So how does it work? You can sign in with your institutional account or guest account. The institution decides whether and who is allowed access to SERF Research Access Management with their institutional account. Whether and who is allowed to create collaborations in SERF Research Access Management and assign admins for their collaborations. In SERF Research Access Management, the collaboration admin invites his team members and selects the services they need to conduct their research. Access is automatically arranged by SERF Research Access Management. When a researcher leaves their institution or the collaboration, access to resources can be blocked, which improves data protection. Various research communities have stated that SERF Research Access Management greatly improves granting access. It saves time and makes it easy to securely share research resources with researchers from other institutions and companies. SERF Research Access Management facilitates cross-institutional collaboration and enables secure access to all available research services, wherever they are. This enables researchers to spend less time on managing access to resources so they can focus more on moving research forward. Want to know more? Visit the SERF Research Access Management website and feel free to contact us. Well, 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 what a beautiful English was that. Zo goed kan ik het zeker niet. Ik ben ook zeker geen native speaker. Nou, dat was een duidelijk introducerend filmpje over SRAM. Dus voor diegenen die nog, zoals ik dacht, is dat een type geheugen? Nee, dit gaat echt over iets heel anders. En ik heb daar 2 collega's voor me, Arno Terpstra en Floris Fokkinga. Productmanager en adviseur. Ja, jullie gaan vanmiddag natuurlijk in die parallele sessie 100 uitpraten. Ik wil graag een paar even introducerende vragen alvast stellen. Bijvoorbeeld, als ik dit dan hoor, SERF Research Access Management, wat is dan het verschil met SERF Connect eigenlijk precies? Wie van jullie kan daar antwoord op geven? Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Okay. Bij SERF Connect ligt de controle bij de centrale ICT-afdeling. En bij SRAM is die controle gedelegeerd naar het niveau van onderzoekssamenwerkingen. Okay. Dus de PI, de Principal Investigator van een onderzoeksgroep, die weet welke gebruikers toegang moeten hebben tot voor een onderzoekssamenwerking en tot welke set diensten. Dus die controle is eigenlijk op die manier gedelegeerd. Dus eigenlijk een soort meer gedelegeerde self-service-achtige
dienst in vergelijking met SurfConnect, wat voor een hele instelling. Dus mijn vervolgvraag was, gaat SurfConnect hiermee overbodig worden? Maar het is en volgens mij. Ja, dat klopt, want je zag het al een beetje in het filmpje natuurlijk. Onderzoek is natuurlijk per definitie iets wat gebeurt met mensen, ook buiten de eigen instelling. Ja. Er worden projecten gefund waarbij collaborative organizations ontstaan met mensen uit verschillende instellingen en ook uit verschillende landen en soms ook uit het bedrijfsleven. En dat wordt, als je het over identity en access management hebt, al best wel gauw best wel complex. Als je iedere dienst, en dat zijn er tientallen, honderden, op globale schaal natuurlijk duizenden, als je voor iedere dienst opnieuw moet nadenken over hoe je gastgebruik inregelt, hoe je externe toegang gaat geven, hoe je de groepsvorming gaat doen, dan is dat natuurlijk onbegonnen werk. En eigenlijk is dat precies waar Surf Research Access Management voor bedacht is. Een hele invulling aangeeft. Ja, en omdat de controle bij de onderzoeksgroepen zelf ligt, hebben we er ook voor gezorgd dat de interface, de beheerinterface, gewoon echt eenvoudig is. Kijk, zodat mensen gewoon zelf via e-mail een uitnodiging kunnen sturen naar andere onderzoekers, dus van de eigen, maar zoals Arna zei, ook van andere instellingen, om deel te nemen aan die onderzoekssamenwerking. Dus dat mes snijdt eigenlijk aan twee kanten. A, de onderzoeker kan op een hele laagdrempelige manier zijn eigen groepen over instellingen heen samen componeren, zal ik maar zeggen, of samenvoegen. En de ICT-specialist die er alles vanaf weet, wordt enigszins ontlast hiermee. Die kan zich concentreren op het connectdeel eigenlijk. Ja, en dan, zeker. En waar je dat ook terugziet is bijvoorbeeld, Klaas noemde het al, de GDPR, de AVG in Nederlands. Ja. Het is natuurlijk belangrijk dat instellingen daaraan voldoen en onderzoekers moeten daar ook aan voldoen. En als instelling heb je via Surf Research Access Management toch nog enigszins controle over welke diensten er voor CO's die binnen jouw instelling zijn gemaakt beschikbaar zijn. Hè? Dus daar kun je controleren, zijn de juiste afspraken gemaakt dan wel door de CO of moeten wij dat even regelen vanuit centrale IT. En als dat geregeld is, kun je zelf bepalen dat die dienst beschikbaar wordt voor die CO. En zo kun je ook onderling met die onderzoeker de juiste afspraken maken en zorgen dat je ook op het gebied van AVG voldoet. En je kan natuurlijk ook via SRAM zien hoe het gebruik van die diensten is. Oh, nou, dat is een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Want vorig jaar hebben we op deze conferentie, dat was toen nog op ons kantoor in Utrecht, maar weet ik nog, ging er zo'n mooi gordijntje open. Tada, daar was SRAM. We zijn nu een jaar verder. Wat kunnen jullie vertellen over wat is het afgelopen jaar gebeurd? Hoe is het met gebruik? Wat zijn de ervaringen? Het gebruik, dat gaat echt de goede kant op. We hebben inmiddels 35 IDP's van Surf aangesloten instellingen die zijn gekoppeld aan SRAM. En er zijn 14 instellingen die inmiddels SRAM besteld hebben, zodat ze zelf CO's, CO staat voor een collaborative organization, dus het object in SRAM dat de onderzoeksgroep is. Dat is die onderzoeksgroep met researchers uit van verschillende instellingen bij elkaar. Precies, er zijn dus 14 instellingen die SRAM besteld hebben, zodat ze zelf die CO's kunnen aanmaken en beheren. Dus in totaal zitten we al op bijna 50 instellingen die Er zal waarschijnlijk overlap zijn tussen een instelling die een IDP gekoppeld hebben. Want dat betekent dat de eigen gebruikers gebruik kunnen maken van SRAM om mee te doen aan diensten van een onderzoekssamenwerking. Okay. Maar er zijn dus ook 14 instellingen die gekozen hebben om zelf onderzoekssamenwerkingen te kunnen aanmaken en beheren. Bij deze dan ook een oproep voor alle instellingen die nu luisteren. Koppel alsjeblieft de dienst Surf Research Access Management via het IDP dashboard. Dat betekent dat gebruikers van jouw instelling dus lid kunnen worden van een bestaande CO. Daarvoor moeten ze wel uitgenodigd worden. Dus het feit dat ze kunnen inloggen betekent niet dat ze ook meteen de dienst kunnen gebruiken. Ze moeten echt uitgenodigd worden. Als je als instelling zelf ook CO's wil aanmaken, dan zul je de dienst echt moeten bestellen. Okay. Het is gratis. Het is natuurlijk een onderdeel van SurfConnect. Maar je moet wel even de juiste contracten en afspraken tekenen. Maar dat is dus iets anders dan nu even de dienst koppelen om te zorgen dat jouw gebruikers dan uitgenodigd kunnen worden. Dus bij deze koppel de dienst. En dat doe je in de SurfConnect dashboard? Jazeker. Oké, dat is altijd het bekende centrale punt, hè, voor instellingen. Ja. Hebben jullie ook nog iets gedaan aan de verdere ontwikkeling van de dienst afgelopen jaar? Jazeker. Wat een belangrijk verschil is, en ik werk eerlijk gezegd pas per 1 maart bij Surf, dus voor mij is het allemaal normaal. Dit is jouw vuurdoop. Dat ook wel, maar voor mij heeft SRAM al het bestaan, maar SRAM heeft een nieuwe GUI, een nieuwe gebruikersinterface, die een stuk gebruiksvriendelijker is, heb ik me laten vertellen. Okay. Ja, Femke zei het ook al in het beginpraatje. Hè? Ja. Dat gebruiksvriendelijkheid vinden we zeker binnen het TNI-team erg belangrijk. Ja. Het is best wel complex en ook het aantal stappen wat je soms moet doorlopen om toegang te krijgen tot de juiste
diensten, dat zijn er soms best veel. En dat is niet verder te reduceren soms. Dus we doen echt onze best om het ook voor de wat minder technisch onderlegde gebruikers zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Ja. En daarbij kijken we natuurlijk ook naar toegankelijkheid. Ja. Dat is bij SurfConnect al wat verder dan bij SRAM. Maar we willen het natuurlijk voor iedereen beschikbaar maken. Ja, oké. Okay. Ja, mooi. En natuurlijk het feit dat het nu productie is, betekent dat wij intern de procedures gewoon allemaal klaar hebben voor het beheer en het operationeel houden en voor het afhandelen van vragen en dergelijke. Ja. Dat de contracten naar je bestaan om getekend te kunnen worden voor als je zelf CO wil beheren, dat de voorwaarden zijn goedgekeurd om te kunnen gebruiken. Ja dat hoort er allemaal gebruiken. Bij. En dat zo simpel mogelijk. Met mooie nieuwe kleurtjes. Hè, dat vertelde Femke ook nog. Herkenbare kleuren. Ja. Dus, we hebben zeker niet stilgezeten. En we zien natuurlijk ook dat inmiddels al een aantal instellingen de dienst formeel afnemen als productiedienst. Dus we willen graag dat getal nog verder groeit. Ja. Nou, hierbij de oproep om daar gevolg aan te geven. We hebben teruggekeken, maar nu even vooruitkijken. Wat zou bij wijze van spreken volgend jaar op deze nieuwe conferentie in 2022 kunnen vertellen dat is gerealiseerd? Ja, dat is natuurlijk altijd een hele zijn beloftes, vraag. Hè? Dus, ja, zeker. Ja. Nou, een van de meest omgevraagde features eigenlijk is toch wel MFA, dus multifactor authenticatie. En dat is natuurlijk logisch dat het inloggen een stuk veiliger maakt. Dus die staat helemaal bovenaan ons lijstje met de dingen die we eerst gaan doen. Ja. We gaan heel snel beginnen met ontwikkeling daarvoor. We zullen dat dus ook integreren met internationale IDP's en gast-IDP's. Dus eigenlijk kun je ervoor zorgen straks dat voor elke dienst waarvoor je dat wil, of elke dienst als je via SRAM een gebruiker in laat loggen, dat die via multifactor authenticatie is geauthenticeerd. Oké. En als je dat zo zegt, denk ik even hardop. Hey, maar daar hebben we binnen Surf ook al een oplossing voor, Surf Secure ID. Heeft dat daar een relatie mee of niet? Of is dat nog te vroeg? Ja. Die relatie die gaat er zeker komen. Want je vraagt natuurlijk naar wat we het komende jaar gaan doen. Maar het moet inderdaad zo worden dat als een gebruiker al via Surf Secure ID een tweede factor heeft gebruikt om zich te authenticeren, dat SRAM daar niet vervolgens nog een keer om gaat vragen. Dat zou dubbel op zijn. Dus dat het wel geïntegreerd is. Maar gaan jullie ook andere MFA-oplossingen ondersteunen? We willen inderdaad voor server-aangesloten instellingen die in hun eigen IDP al een andere vorm van MFA gebruiken. Om te zorgen dat de communicatie tussen SRAM en die IDP dusdanig op orde komt. Dat inderdaad weer voorkomen wordt aan de gebruiker alsnog om een tweede factor wordt gevraagd. Dus het gebruiksbelang staat wel degelijk voorop. Absoluut. Dat is goed om te horen, denk ik. Als jullie overigens vragen hebben voor Arnoud of Floris, stel ze in de chat. Oh, ik krijg net een mededeling dat twee instellingen zojuist zijn gekoppeld op SRAM. Dat gebeurt hier live, zeg. Ja, nu als succes. Jongen. En dit was niet gescript, hè? Nee, dit komt er echt nu spontaan doorheen. Even kijken, wat moet je nou precies doen als instelling om te koppelen? Ik noemde het denk ik al daarnet. Hè. Het belangrijkste is dat je een koppeling aanvraagt via het SurfConnect dashboard, zodat in ieder geval jouw eigen gebruikers kunnen meedoen in CO's van anderen. Ja. Nou, als je de dienst ook echt zelf wil afnemen, vraag het dan aan via het Surf dashboard, voorheen SurfNet dashboard. Ja. En dan zal het proces starten om de juiste papieren op te sturen, de contracten die je met ons moet afsluiten ten behoeve van deze dienst. En dan wordt het aanvraagproces in gang gezet. Dan zal er ook een organisatie voor jou worden aangemaakt binnen de SRAM-omgeving, waar je dan als ICT-medewerker dan ook de rol organisatie-admin krijgt. Dus je kan vanuit jouw organisatie kun je alles overzien. En kun je ook andere mensen binnen jouw instelling aanwijzen, andere principal investigators, die dan CO's mogen aanmaken en beheren. Jongen, een principal investigator. Ik krijg meteen het idee dat je een medaille opkrijgt als je dit... Dat is een mooie titel, mooi bedacht. Ja, verder is het misschien ook nog wel leuk om te vertellen dat we ook heel druk bezig zijn om onze Surf Research diensten zover te krijgen om ook op SRAM aan te sluiten. Ja. Dat kost best wel wat tijd, omdat die Surf Research diensten hebben het natuurlijk al op hun eigen manier geregeld. Ja. Wat gewoon heel goed werkt vaak. En we willen dat natuurlijk in de komende tijd gaan stroomlijnen. Dus daar zijn we best wel wat tijd mee kwijt. Maar dat is dat ook heel belangrijk voor ons. Ja. Ja. Nou, wat misschien daarop inhangt ook wel goed is om op te merken, is dat heel veel onderzoeksdiensten niet zoals diensten die met Surf Connect gekoppeld zijn, altijd SAML en of OpenID Connect ondersteunen. Dus dat via andere protocollen LDAP en SSH ook een koppeling mogelijk is met SRAM. Oké. Ja. Ik krijg wat signalen. Sorry, ik blijf even haken. Laatste vraag eigenlijk is, hoe ziet het eruit?
Kun je een demo geven? Heb je plaatjes, filmpjes, ja, dat kunnen live we. Demo? Daar hebben we de breakout sessie voor, voor op het oog. En inderdaad, een demo is altijd gevaarlijk. Dus als je wil kijken of het deze keer gaat lukken, dan ben je van harte welkom. Jullie gaan echt een live demo geven? Ja, we gaan een live demo geven. En sterker nog, we gaan ook de demo interactief maken. Dus mensen kunnen ook zelf ook mee gaan doen. Dat is natuurlijk helemaal geen spant, maar dat gaan we gewoon doen. Ja. Oh, dat is een mooie uitdaging straks voor de parallele sessie inderdaad. Om live vanuit je thuis mee te gaan doen. Ik wil het hier even bij laten. Ik krijg net door dat er nog geen vragen zijn gesteld, maar die bewaren we anders wel voor de parallele sessies. Zeker. Arno de Floris, hartelijk dank. Nu is het een pauze van ongeveer 10 minuten. Ik zou zeggen, laat de WebEx lekker aanstaan. Pak even lekker iets koels te drinken. Dan zijn we over 10 minuten weer terug. Ondertussen krijg je overigens korte films te zien. Dus laat... Ik kreeg net signaal dat het nog 5 minuten is. Je klopt? Ja. Nee, over 5 minuten gaan we verder. Laat de WebEx lekker aanstaan. Daar krijg je nog wat mooie informatieve filmpjes te zien. En pak wat lekker kouds te drinken. Tot straks. Inacademia is een pan-Europese dienst, mede ontwikkeld door SURF, die het voor eindgebruikers heel gemakkelijk maakt om te bewijzen dat ze student of medewerker zijn bij een instelling. In Nederland kan je deze dienst onder andere gebruiken om studentenkorting te krijgen op Spotify. Voor gebruikers is het voordeel dat Inacademia een hele eenvoudige en privacyvriendelijke manier biedt om jezelf te valideren bij een dienst. We gebruiken daarbij in de achtergrond de federatieve login van de instelling. Voor instellingen is het grote voordeel dat de informatie die wordt uitgewisseld tot het absolute minimum beperkt is. Voor dienstverleners biedt Inacademia een koppelvlak om eenvoudig toegang te krijgen tot academische identiteiten in Nederland en andere Europese landen. Inacademia is nu iets meer dan een jaar in productie in 5 landen in Europa, waaronder in Nederland. We verwachten aan het eind van het jaar ongeveer 1 miljoen transacties te hebben afgehandeld. Wil je in Nederland Inacademia gebruiken, dan is dat heel eenvoudig en je kan daarvoor contact opnemen met het SURF Connect team. Contentdiensten die via SURF Connect worden aangeboden, bijvoorbeeld voor video- of onderzoeksliteratuur, krijgen in sommige gevallen te veel persoonsgegevens in de vorm van attributen. Het samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken, de UKB, SHB en SURF Connect startte in 2018 een project om privacygevoelige attributen te verminderen. We hebben een minimale set gedefinieerd. Zo geven instellingen via SURF Connect geen persoonsgegevens meer door. We hebben een attributenset gedefinieerd die niet persoonsgebonden is. Wat overblijft zijn het door SURF Connect gegenereerde persistente name ID, AD Person Affiliation en Shack Home Organization. En wat blijkt? Functionaliteit blijft behouden en gebruikers kunnen anoniem gebruik blijven maken van de dienst met behoud van opgeslagen gegevens. Een aantal diensten hebben onze adviezen overgenomen en zijn succesvol over. Bij nieuwe diensten staan we alleen de minimale set toe. Ook zijn we betrokken bij werkgroepen als FIM4L. Dit is een initiatief om tot een consensus te komen voor beleid voor federatieve authenticatie dat de identiteit van gebruikers beschermt. Welkom terug naar deze wat kortere pauze. We gaan het later nog een keer een pauze nemen hoor. We gaan door met de 5 onderwerpen. De eerste, SRAM, hebben we al gehad. We gaan door met het tweede onderwerp wat vanmiddag in de parallele sessies uitgebreid terug kan komen. Dat heet EduID. Wordt door mijn collega Peter Kleisters, Product Manager in het SURF Connect team, gepresenteerd. Ja, en bij EduID denk ik, krijgen we nou alweer een identiteit bij Peter. Hoe zit dat? Ja, dat is een goede vraag. Die is natuurlijk bedoeld als iets wat je de identiteit zou kunnen vervangen van een instellingsaccount. Of in ieder geval ernaast zou kunnen bestaan. Dus het zal voor sommigen, en zeker in het begin natuurlijk, een extra identiteit kunnen zijn.
Maar we hebben wel een visie natuurlijk op EduID. En op dit moment is EduID eigenlijk een gast-IDP, een identiteitsprovider, waarin je iedereen een account kan aanmaken. Dus ook studenten, maar ook gasten of externe medewerkers of gastdocenten. Maar we hebben natuurlijk ook een visie met EduID en die ligt veel meer in de lijn van flexibilisering en studentmobiliteit, waarbij die digitale identiteit niet meer echt vanuit een instelling komt, want die begint en eindigt aan de grenzen van de instelling, maar juist een identiteit die aan de student gekoppeld is en die de student meeneemt naar de verschillende instellingen toe. Dat is in een notendop waar wij EduID naartoe willen brengen. Maar eerst even over de gastidentiteit provider die we nu hebben, de gast-IDP. Die hebben we natuurlijk doorontwikkeld sinds de laatste keer. We hebben nu ondertussen bijna 10.000 accounts erin zitten. Nog net niet tijd voor een feestje, maar dat zal heel snel komen, denk ik. We hebben er natuurlijk aan gewerkt de laatste tijd. We hebben de hele layout hebben we veranderd. Je hebt het Arnoud en Femke ook al horen zeggen dat de user experience en de layout erg belangrijk is. En ook daar hebben we met EduID hard aan gewerkt. We hebben het duidelijk opgedeeld nu in vier onderdelen. Een deel waar je persoonlijke informatie kunt zien in EduID. En daarin kun je nu, en dat is nieuw, kun je ook je e-mailadres wijzigen. Dat was tot voorheen niet zo. Daarnaast hebben we een tabblad, zeg maar, waar je data en activiteit kunt zien. Dan kun je zien waar je je EduID voor gebruikt hebt, wat jouw EduID voor die dienst is. Maar ook of je toestemming hebt gegeven over, op gegevensoverdracht bijvoorbeeld. En daar kun je ook de toestemming weer intrekken. En daarnaast hebben we aan de beveiliging gewerkt. Je kon al met username wachtwoord inloggen, maar je kunt nu ook met je vingerafdruk of met je Face ID of met een hardware, bijvoorbeeld USB-sleutel, inloggen bij EduID. En als laatste hebben we natuurlijk de mogelijkheid om de data te downloaden en je account te verwijderen als je dat zou willen. Dus dat zijn een beetje de nieuwe zaken die we bij EduID hebben toegevoegd. Daarnaast, iets verder kijkend naar de punt op de horizon, de studentmobiliteit. Daar zijn we, en dat heb ik de vorige keer ook al uitgelegd, een studentmobiliteit pilot bezig. Dat doen we, wat was het ook alweer? Dat is met drie instellingen. De Wageningen Universiteit, de Universiteit Utrecht en de TUE. De Technische Universiteit Eindhoven. Die samen de ambitie hebben uitgesproken dat ze studenten met één klik een vak willen laten volgen bij een van de andere instellingen. Nou, dat was het doel en we zijn heel druk bezig geweest met de techniek te ontwikkelen de afgelopen tijd. Zo kan een student dan dadelijk een integraal onderwijsaanbod zien van al die instellingen. Hij kan, als hij een vak gevonden heeft wat hij zou willen volgen, kan hij zeggen, daar wil ik me op inschrijven. Hij gebruikt dan zijn EduID om zich bekend te maken. Hij kan dan eigenlijk naadloos toegang hebben tot de instelling waar hij dan een vak wil gaan volgen. En aan het einde van het vak, als hij klaar is en examen heeft afgelegd, kan het ook het resultaat weer teruggemeld worden. En dat doen we allemaal onder regie van die student. Die kan zeggen, ja, dat wil ik. En ik kan ook die toestemming ook weer intrekken. Nou, ik zei al, we hebben flink gewerkt aan de bouw. We hebben ook met de KAKI als leverancier van Osiris, de studenteninformatiesysteem, uitgebreid ontwerpsessies gehad. En zij zijn op dit moment aan het bouwen om ook in de sissen de haakjes te bouwen die nodig zijn om deze inschrijving mogelijk te maken, een naadloze inschrijving. Daarnaast hebben we met privacyjuristen zitten praten van alle drie de instellingen om ook alle benodigde overeenkomsten geregeld te krijgen. En het mooie is dat we zijn bijna klaar en vanaf september gaat de pilot in productie, zoals we dat zo mooi noemen. Dan kunnen echt studenten van die drie instellingen zich bij een van die andere instellingen inschrijven met ons systeem. En het mooie is ook dat er een andere alliantie is die ook mee wil gaan doen. En dat is de alliantie van Leiden, Delft en Erasmus Universiteit. Dus zij hebben aangegeven zodanig geïnteresseerd te zijn in deze pilot dat zij vanaf de tweede helft van dit jaar ook gaan aanhaken bij deze pilot. We zullen nog iets meer werk ook voor hun moeten doen. Maar ik verwacht dat misschien tegen het einde van het jaar, misschien begin volgend jaar, dat ook daar studenten zich kunnen inschrijven voor vakken bij een van die andere deelnemers van die instelling. Dus een hele mooie groeipad al meteen, zonder dat we nog begonnen zijn eigenlijk met de pilot.
Daarnaast is Eduard hier natuurlijk ook al in gebruik voor EduBadges. En de instellingen die EduBadges gebruiken, die zullen dat weten. EduBadges is het idee van een micro-credential. Het hele idee daarachter is dat mensen geen diploma meer krijgen aan het einde van hun opleiding. Maar juist ook tussentijds bij kleinere resultaten al een micro-credential krijgen die ze al elders kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om te stapelen tot een diploma. Of op andere manieren aan te tonen dat ze een bepaalde vaardigheid beschikken. Daar waren ze dus ook op zoek naar een identiteit die losstaat van de instellingsidentiteit, omdat het nadeel is dat die dus ophoudt te bestaan. Ook zij gebruiken daar EduID voor. We zien al dat heel veel instellingen al EduBadges hebben afgenomen en ook al heel veel studenten een EduID aanmaken om op die manier badges uitgereikt te krijgen. Dus dat is ook een hele mooie ontwikkeling. Nog even over de plannen die we hebben voor EduID voor de komende periode. Dat zijn er best wel veel. Een van de belangrijke dingen is denk ik dat EduID staat al een tijdje, zijn we eigenlijk al een tijdje mee bezig. En belangrijk is dat je eens in de zoveel tijd eens even kijkt van is die visie die we hadden nog steeds houdbaar en is die nog steeds goed. Dus we zijn eigenlijk een rondje aan het maken naar heel veel verschillende stakeholders om te kijken of dat die visie nog steeds voldoet. Dus daarmee willen we eigenlijk de visie gaan herijken. Tot nu toe hebben we al heel wat gesprekjes gehad, maar het ziet er op zich uit alsof die mensen nog steeds onze visie delen die we hadden. Dus, we gaan verder en we zullen zien. Ook een van de belangrijke zaken voor komende periode is betrouwbaarheid kunnen toevoegen aan EduID. Op dit moment doen we dat bijvoorbeeld door een bestaand instellingsaccount te kunnen koppelen aan EduID, zodat die EduID al wat betrouwbaarder wordt. Maar eigenlijk willen we bijvoorbeeld ook met een paspoortscan of misschien met via IRMA, waarbij attributen vrijgegeven kunnen worden die ook aantonen dat je bent wie je zegt dat je bent. En dat in combinatie met multifactor authenticatie, want dat is ook wel een vraag die we vaak krijgen voor EduID. Dat is ook iets wat we willen toevoegen. En daarnaast ook iets wat heel belangrijk is, is de integratie van EduID in Azure of in Office 365. We hebben daar al wat onderzoek naar gedaan en we gaan verder. We zijn er nog niet tot een goede conclusie kunnen komen, helaas. Maar we zien wel allerlei mogelijkheden om dat in de toekomst te kunnen doen. Dus we gaan daar dat onderzoek weer verder brengen. Heel veel van de zaken die ik net genoemd heb, die zullen ook in de breakout sessie onderwerp van gesprek zijn. Daarin gaan we eigenlijk van de verschillende kenmerken en principes die we van EduID bedacht hebben, oorspronkelijk, gaan we kijken hoe hebben we dat nou naar de techniek vertaald. En welke voorbeelden zou je daar nou ook kunnen bedenken? En mijn collega Peter Havekes gaat dat ook nog eens laten zien in een demo. Dus komt alle naar de breakout sessie van EduID en dan hoop ik jullie daar te zien. Dankjewel Peter. Weer applaus uit de zaal, dat klinkt hier grappig met die echo. Mooie uiteenzetting over EduID. Ook goed om te horen dat er ook nog een tweede groep universiteiten aanhakelt. Ja. Want dit gaat natuurlijk allemaal over het grotere thema flexibilisering van het onderwijs, waar je nu concreet een invulling aan geeft, begrijp ik. Ja. Ik zie ook een vraag in de chat van Anita. En zij vraagt, zijn er ook al plannen voor samenwerkingen in Kies op Maat? Ja, en wat ik van Kies op Maat weet, is dat je daar inderdaad kunt kijken, ja, als je bij de ene instelling studeert, of je een vak bij een andere instelling kunt. Ja, klopt. En dat is meer gericht op minoren inderdaad. Okay. En ja, dat is zeker. Daar zijn we ook samen mee aan het kijken naar hoe dat we Kies op Maat met EduID zouden kunnen bedienen. En Surf Connect overigens ook. Ja. Maar je ziet dat Kies op Maat een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt de laatste tijd. We zijn overgegaan naar Surf. Het is nu een Surfdienst geworden. Aha. Dus we gaan nu echt kijken naar hoe kunnen we die integreren. Dat klinkt niet alleen op integratie, op techniek, maar ook op organisatie. Dat is een goed teken. Ik hoop dat Anita voor jou de vraag zo goed beantwoord is. En ik heb nog één vraag van Martin Meijer, als het nog even mag. Waarom specifiek Azure? Nou ja, wij merken gewoon, ja, dat is ingegeven door instellingen die eigenlijk heel veel Azure gebruiken. En daarmee natuurlijk prima hun eigen medewerkers en studenten kunnen bedienen. Ah, ja. Alleen als het om gasten gaat van buiten, dan is EduID kan daar een grote rol in spelen. Alleen, dan moeten we wel EduID met Azure kunnen integreren. Ja. Dus het is eigenlijk ingegeven door zoveel instellingen die daarom vragen. Oké. Nou, voor meer vragen, dankjewel Peter. Voor meer vragen verwijs ik inderdaad graag naar de parallele sessie. En dan gaan we door met het volgende onderdeel.
Volgende onderdeel heeft de afkorting SSI, Self Sovereign Identity. Dat is voor mij een totaal nieuwe term en wellicht voor jullie, een aantal van jullie ook. Maar gelukkig hebben we collega Niels van Dijk om daar wat over te vertellen. En ik wil meteen even, misschien verras ik je daarmee, maar dat doe ik lekker toch. Ga je gang. EduID en SSI, wat is daar een relatie of niet? Misschien dat je daar al iets over kunt zeggen. Nou Remco, dat is echt een hele goede vraag. Want ja, er is zeker in potentie een relatie. Self-sovereign identity gaat over je eigen identiteit in eigen beheer hebben als gebruiker. Aha. En EduID heeft al een heleboel van dat soort elementen ook al. Aha. Dus een van de dingen die ik straks ook ga noemen, je maait een beetje gras al weg, is okay. Dat we inderdaad aan het kijken en aan het nadenken zijn over hoe je EduID en SSI-concepten kan integreren. Maar misschien moet ik eerst even wat meer over SSI vertellen, zodat ook voor de kijkers het duidelijk is waar we het over hebben. Self-sovereign identity is een nieuw paradigma. En het gaat erbij om dat de gebruiker echt helemaal centraal staat in het identity-landschap. De persoonsgegevens die gebruikt worden, worden ook echt door de gebruiker zelf verzameld bij de verschillende bronnen. En een instelling, dus een universiteit of hogeschool bijvoorbeeld, die wordt een bronleverancier. Waar je nu in traditionele federatie ziet dat de authenticatie en de autorisatie samenspelen. Op het moment dat je inlogt, worden die twee dingen samen gedaan. Worden ook de attributen geleverd op dat moment. Zie je dat dat bij self-sovereign identity oplossingen losgekoppeld is. De gebruiker gaat zelfstandig een aantal attributen halen bij de identity provider van de instelling. Maar dat kan ook bij andere bronnen. Je zou kunnen denken aan de overheid, in de zorg, maar misschien ook gewoon een bureau wat tickets verkoopt bijvoorbeeld. Die gebruiker haalt daar zelf die informatie en op een later moment besluit die gebruiker om die informatie of delen van die informatie weer aan een dienst te leveren en op die manier bijvoorbeeld toegang te krijgen. Die gegevens worden verzameld in een zogenaamde wallet. En zo'n wallet is eigenlijk heel vaak een mobiel device, je mobieltje, met daarop een specifieke applicatie waarmee je deze informatie kan verzamelen. De diensten die vervolgens de gebruiker toegang willen geven, die zullen dan ook vragen om specifieke profielinformatie. Dat kan zijn een e-mailadres, het kan zijn of je student bent, het kan zijn je naam. En je kan die informatie geven. Die kan natuurlijk origineel geleverd zijn door de instelling, maar het zou ook best kunnen dat je besluit om je naam te gebruiken die je van de overheid hebt gekregen en het feit dat je student bent van de instelling. De gebruiker kan in het self-sovereign identity concept zelf kiezen welke informatie die gebruikt, vrijgeeft en waar, uit welke bronsystemen dat komt. Nou, waarom vinden wij self-sovereign identity interessant bij SURF? Vooral omdat het heel erg goed is voor je privacy en je dataprotectie. Het biedt anonimiteit, het voorkomt herleidbaarheid. Het maakt ook het combineren van bestaande attributen veel makkelijker mogelijk, zoals ik al zei. Je kan bijvoorbeeld gegevens van de overheid combineren met gegevens van het onderwijs. Een ander heel duidelijk voordeel is dat je geen centrale infrastructuur meer nodig hebt. De gebruiker is feitelijk de centrale infrastructuur geworden die alle gegevens verzamelt. En we hebben gezien, en daar zal ik in de breakout ook een aantal voorbeelden van laten zien, dat als je techniek en policy slim combineert, dat je daarmee een infrastructuur kan bouwen die flexibel en schaalbaar en ook betrouwbaar is. Nou ja, wat hebben wij gedaan bij SURF? We hebben een aantal verkenningen en een aantal pilots uitgevoerd, zowel technisch als functioneel. Ik zal er in de breakout natuurlijk uitgebreid op ingaan. We zullen ook wat demo's laten zien. Denk aan termen als IRMA, wat we gekoppeld hebben met SURF Connext. We hebben gekeken naar of we decentraal licenties kunnen leveren, bijvoorbeeld voor SURF Drive. We hebben ook verkenningen gedaan naar zogenaamde ledger-based self-sovereign identity, blockchain, hoera. We zijn ook aan het nadenken over of je self-sovereign identity kan inzetten bij accreditatie en badges, leven lang leren. En dat raakt dus ook, zoals Remco net al vroeg, aan EduID. En we zijn ook in EU-verband bezig om samen met andere NN's te onderzoeken hoe je self-sovereign identity kan gebruiken in de context van toegang tot onderzoek. Dus als je hier meer over wil weten, kom naar de breakout. Daar laten we een aantal demo's zien. Ik leg ook wat meer detail uit wat we daar doen. En je bent van harte welkom. Nou, dat is een mooie uitnodiging, Niels. Dank je wel. Het is echt de gebruiker die helemaal centraal komt te staan. Ja, en zelf de basis van zijn identiteit. Absoluut. Dus, nou, dat is een mooie uitnodiging voor de parallele sessie straks. Succes. Volgens mij ga je veel vragen krijgen. En dat is helemaal goed. Dat is hartstikke welkom. Ja. Dank je wel. We gaan door. Het volgende onderdeel.
Ja, het volgende onderdeel, dat gaat over de ServConnect API Security. Daar hebben we weer een paar afkortingen. Maar dit gaat heel erg over beveiliging volgens mij. Maar daar gaat Arnoud jullie vast veel meer over vertellen. Arnoud. Dat klopt, dankjewel Remco. Ik ben Arnoud Terpstra. Jullie hebben mij net ook gezien in de rol van Product Manager bij SRAM. Maar een van de andere dingen die ik doe is inderdaad ServConnect API Security. En dat is een functionaliteit. Het heeft een eigen naam, maar het is niet een losse dienst. Het hoort namelijk eigenlijk bij ServConnect OpenID Connect. Iets wat we al een tijdje lang ondersteunen voor service providers. De komende 5 minuten ga ik jullie heel kort vertellen wat API Security ongeveer is. Wat je ermee kan en hoe het wordt gebruikt. Daarna is, zoals bij al die andere interessante onderwerpen, natuurlijk ook een hele leuke breakout. Tijdens die breakout zal mijn collega Bart Geesink jullie verblijden met alle details. Zullen we ook een instelling aan het woord laten om te vertellen wat er bij hun speelt in hun applicatielandschap. En is het natuurlijk uiteraard uitgebreide ruimte om vragen te stellen en discussie aan te gaan. Maar nu eerst een uitdaging voor mezelf. API security in 1 minuut. Wat is het ook alweer? Nou, zoals ik al zei, het is een onderdeel van ServConnect en het stelt je eigenlijk in staat om naast reguliere webdiensten en apps ook API's op ServConnect aan te sluiten. Daardoor kan die API ook heel betrouwbaar vaststellen wie de bijbehorende gebruiker is. Dat werkt als volgt. Die gebruiker logt in op bijvoorbeeld een mobiele app en die mobiele app haalt bijvoorbeeld gegevens op uit verschillende bronnen middels een API. Na een succesvolle inlog via ServConnect OpenID Connect op zo'n app krijgt die app een zogeheten access token. Dat is eigenlijk een soort toegangssleutel. En de app kan die toegangssleutel gebruiken om bij de API een verzoek te doen om bepaalde gegevens op te halen namens de gebruiker. Nou, dan moet die API natuurlijk wel kunnen controleren of die sleutel of daar niet ondertussen mee gesjoemeld is. En ook wie de bijbehorende gebruiker is. Dus je wil natuurlijk niet dat die gegevens in de verkeerde handen vallen. Nou, tijdens het inloggen geeft de gebruiker zelf toestemming voor het vrijgeven van die gegevens richting die API. Ook het intrekken van toestemming willen we natuurlijk mogelijk maken, maar dat staat nog even op de roadmap. Nou, waarom zijn we hiermee begonnen? Eigenlijk zien we om ons heen dat instellingen steeds meer hun belangrijke informatie ontsluiten via API's. En dat doen zij natuurlijk zodat deze informatie door verschillende applicaties op verschillende niveaus, bijvoorbeeld ook mobiele apps, geconsumeerd kan worden. Zoals ik al zei, het is voor een API in sommige gevallen, zeker bij gevoelige data, ook erg belangrijk dat de API weet wie de gebruiker is. Als je dit namelijk niet goed implementeert, dan valt de informatie in de verkeerde handen. En dat is in het verleden zelfs bij Facebook wel eens grandioos misgegaan. Nou, je hebt hier een stukje techniek voor nodig, wat op basis van standaarden natuurlijk communiceert met je eigen identity management systeem. Maar als je ook gebruikers van buiten je eigen instelling wil toelaten, wordt het al heel gauw heel complex. Dan ontkom je er ook zeker niet meer aan om afspraken te maken, bijvoorbeeld over de betrouwbaarheid van identiteiten, de betekenis van attributen, dat soort dingen. Nou, je voelt hem al aankomen, beide zaken, dus die techniek en die afspraken, dat heeft ServConnect natuurlijk al sinds jaar en dag op nationaal niveau geregeld. Dus het is ook hier 1 keer aansluiten en je kunt eigenlijk meteen samenwerken met allerlei andere instellingen. Nou, bijkomend voordeel is natuurlijk dat API Security en ServConnect natuurlijk samen met jullie wordt doorontwikkeld, dus we kunnen deze dienst precies zo vormgeven als dat bij jullie wensen passen. En als laatste, we baseren onze dienst natuurlijk altijd op open standaarden. En dat betekent dat je altijd software van verschillende leveranciers die jullie allemaal gebruiken, kunt aan blijven sluiten. En ook dat je nooit gedwongen wordt om binnen het ecosysteem van 1 grote partij te moeten blijven. Nou, hoe wordt het gebruikt? Even een heel snel voorbeeld van de UvA HVA. Die hebben een studenten-app ontwikkeld met gepersonaliseerde informatie, rooster, cijferinformatie, die uit verschillende bronnen via API's wordt opgehaald. Zij hadden voorheen, om die API's af te schermen, een eigen OAuth2-infrastructuur opgetuigd, maar het bleek toch iets te lastig om die te beheren. Want zeker op piekmoment, in september bijvoorbeeld, wilde dat ding nog wel eens omvallen. Dat is natuurlijk erg onprettig voor de gebruikers. Zij zijn overgestapt op ServConnect API Security, hoeven zelf niet meer dat beheer te doen en kunnen daardoor ook gebruik maken van de meer geavanceerde features die wij hebben geïmplementeerd, zoals Pixie voor betere security. Nou, dan sluit ik nog even af met wat moet je doen als je het wil gebruiken. Eigenlijk komt het erop neer, neem contact met ons op, stuur een mailtje naar support@surfconnects.nl, ook als je nog niet helemaal zeker weet hoe of wat dit voor je is. We denken graag met je mee, het wordt al heel gauw heel complex en we zijn ook erg benieuwd naar wat er bij jullie speelt, zodat we onze dienstverlening daar weer op kunnen aanpassen. Nou, als laatste kom natuurlijk naar de breakout, dat heb je nu inmiddels al een paar keer gehoord, maar dit is echt de leukste breakout en daar zal mijn collega uitgebreid op deze dienstverlening ingaan. Dankjewel Arnoud. Ik heb goed reclame gemaakt. Het is mij inderdaad ook niet helemaal duidelijk geworden wat het is. Maar des te meer reden misschien om naar die parallele sessie te gaan. Dankjewel. We gaan door naar het laatste onderdeel van de parallele sessies.
Ja, en of dit dan inderdaad de parallele sessie wordt die je gaat bezoeken, dat hangt nu af van Peter Kleisters, dezelfde collega die net ook even al iets over EduID vertelt. Ga je bij die sessies trouwens doen? Nee, toch? Ja. Oh, nee. We hebben hem gekloond, kennelijk. Nee, maar jij gaat nu ons wat meer vertellen over wat er in de parallele sessie over multifactor authenticatie gaat gebeuren. Ja, dat klopt. Ga je gang. Ja. Ik wil ook nog even wat vertellen over algemene zaken natuurlijk, die rondom multifactor authenticatie spelen. Want het is toch wel een van de onderwerpen die bij bijna ieder gesprek met instellingen aan bod komt. Heel veel instellingen zijn ermee bezig. En we zien ook wel dat we daar veel werk aan moeten verzetten. Maar dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben ook al heel veel functionaliteit toegevoegd. Wat hebben we de afgelopen maanden gezien eigenlijk in dat MFA-landschap? Als we eerst kijken, hebben we natuurlijk onze eigen dienst, Surf Secure ID. Femke die zei al iets over de Surf Connect statistieken. Maar als je kijkt naar Surf Secure ID specifiek, zijn er op dit moment ongeveer 90.000 tokens uitgedeeld. Dus 90.000 medewerkers over het algemeen van instellingen die zijn actief met Surf Secure ID. En het aantal logins is ongeveer, gaat nu bijna richting de miljoen per maand. Dus je ziet dat ook al flink gegroeid is. En je ziet ook dat zeker een aantal instellingen, die hebben het echt voor bijna alles ingezet ondertussen. Dus dat werkt voor hun in ieder geval heel goed. Ook een van de zaken die wat we de vorige keer al hadden aangekondigd in What's Next at Surf Connect, was om Azure MFA middelen te kunnen gebruiken voor Surf Secure ID. Zo kun je een eindgebruiker, die kan dan zijn Azure MFA-middel gebruiken, wat hij misschien ook voor Office 365 gebruikt. Maar die kan hem ook gebruiken voor diensten die geïntegreerd zijn met Surf Secure ID. Zodat vanuit die eindgebruiker gezien, weet je, heb ik maar één token. Dus dat werkt heel goed. Dat hebben we toen geïntroduceerd. En we zien nu eigenlijk al dat er iets van 8 instellingen zijn die dat nu op dit moment gebruiken. En ongeveer 20.000 logins per maand gaan daar naartoe. Naar die Azure-omgeving. Dus je ziet eigenlijk dat al flink aan het aanslaan is. Dus dat is mooi om te zien. En daarnaast hebben we natuurlijk, even los van de Surf Secure ID-ontwikkelingen, hebben we ook de vorige keer aangekondigd de mogelijkheid om MFA op je eigen IDP te gebruiken. Dus dat staat even los van Surf Secure ID, maar als je gewoon MFA in Azure gebruikt bijvoorbeeld, dan kun je dat tegenwoordig specifiek aanroepen voor een dienst achter Surf Connect. Dus dan kun je zeggen van, nou, deze dienst, daarvoor moet MFA gedaan worden. En we zien ook dat daar heel veel instellingen ondertussen al aangekoppeld zijn, die dat gebruiken. Al 8 instellingen die daar gebruik van maken. Dus dat werkt ook al heel goed. Dus als je daar meer over wil weten of dat zou willen zien, kom ook even naar de breakout sessie. Wat hebben we nou ook aan Surf Secure ID gedaan? We hebben natuurlijk ook allerlei nieuwe functionaliteiten aan Surf Secure ID toegevoegd de afgelopen periode. Een van de belangrijke is bijvoorbeeld dat je nu, als een dienst aan Surf Connect gekoppeld is, je in Surf Connect regels kunt maken van wanneer dat Surf Secure ID aangeroepen moet worden. We krijgen de vraag vaak van, nou, ik heb een bepaald netwerk en daar hoeft geen MFA op te gebeuren. Of ik heb een bepaalde groepen mensen, of ik heb alleen medewerkers moeten MFA doen. Dan kun je in Surf Connect kun je nu een regel instellen, bijvoorbeeld op basis van een attribuut, waarbij je zegt, nou, iedereen die de affiliation medewerker heeft, daarvoor moet Surf Secure ID aangeroepen worden en moet die tweede factor gedaan worden. Dus dat scheelt al heel veel. Dan kun je en specifiek voor een specifieke dienst Surf Secure ID aanroepen, maar ook nog eens binnen die dienst alleen voor medewerkers bijvoorbeeld, of alleen vanuit een bepaald netwerk. Ook een van de zaken die we nu toegevoegd hebben is dat we Surf Secure ID, voorheen was het nog wel eens noodzakelijk dat een dienst rechtstreeks aan Surf Secure ID gekoppeld moest worden, maar dat is niet meer nodig. Dus als je in het Surf Connect domein een dienst met Surf Secure ID wil afschermen, laat hem dan gewoon lekker op Surf Connect gekoppeld. In Surf Connect kunnen we eigenlijk alle functionaliteit van Surf Secure ID aanroepen die nodig is. En dat is eigenlijk sinds vorige week. Dus dat is redelijk nieuwe informatie. Daarnaast hebben we binnen Surf Secure ID nu ook de mogelijkheid om, en dat was eigenlijk de vraag die we kregen van mensen, sommige instellingen die gebruiken SMS en die wilden overstappen naar Azure MFA of die wilden overstappen naar Tikker bijvoorbeeld als MFA-token.
Ja, dan zouden de mensen weer door dat hele registratieproces heen moeten. Dus wat wij nu gemaakt hebben, is dat je met een ene token kan een eindgebruiker een ander token verifiëren. Hoeft hij niet meer langs een service desk balie, maar kan hij dat gewoon zelf doen. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat het betrouwbaarheidsniveau van het nieuwe token wat je daarmee activeert gelijk of lager is dan het token waarmee je activeert. Dus dat is vanaf nu ook al in productie gebruikbaar. Daarnaast zijn we overgestapt naar een nieuwe SMS-provider. De oude merkten we toch dat die te regelmatig wat storingen had. We denken dat we met een nieuwe SMS-provider heel veel plezier gaan hebben. En daarnaast hebben we natuurlijk heel veel onderhoud gedaan, hè, achter de schermen. We hebben bijvoorbeeld het hele PHP-framework en het Symfony-framework helemaal geüpgrade. En dat heeft ook best wel wat tijd gekost, maar daarmee zijn we wel klaar voor de komende jaren daaraan. Nou, je merkt vaak wel in gesprekken met instellingen, is dat je MFA een complex systeem is. Bijna iedere instelling heeft de requirement, eindgebruikers moeten maar één token gebruiken. Nou, wat er dan dus eigenlijk gebeurt is dat wat vroeger misschien acceptabel was, dat eindgebruikers meerdere tokens had, is nu dat ene token belangrijk geworden. En wordt het eigenlijk het probleem verschoven naar integratie. Integratie is een groot probleem voor MFA-introductie bij diensten of bij een hele instelling. Daarom hebben we ook heel veel werk gedaan binnen Surf Connect en binnen Surf Security om zoveel mogelijk te kunnen samenwerken met bestaande MFA-systemen of zo goed mogelijk te kunnen samenwerken met onze eigen diensten op basis van de eigen requirements Surf Security of de eigen MFA aan te kunnen roepen. We merken wel dat dat een heel complex speelveld is, want er zijn heel veel functies in. En daarom hebben we ook een keuzehulp gemaakt, waarbij je eigenlijk middels een soort flowchart en je requirements gewoon door kunt lopen om te kijken welke MFA-optie eigenlijk het best geschikt is voor jou. Nou, dat wordt uitgebreid besproken in de breakout-sessie. Daar zullen ze jullie daardoor heen leiden. Kom vooral naar die, of naar die van Eduard. Ja, dat was iets wat ik wilde vertellen over MFA. Dat is mooi, dankjewel ja. Peter. Want ik zie twee vragen in de chat en volgens mij hebben we daar nog heel even de tijd voor, voordat we naar de echte breakout gaan. Dat is wat anders dan de parallele sessies trouwens. Ik zie een vraag van Arnoud. Kun je tijdens een inlogsessie MFA pas doen of pas activeren, denk ik, als iemand iets gevoelig gaat doen? Dus iemand is al ingelogd, oh ja, en gaat dan iets met gevoelige data, dat hij dan pas een vraag krijgt voor de tweede factor. Dat kan. Hè. Dus in ieder geval met Surf Security kun je dat heel eenvoudig doen. Eenvoudig. Nou, eerlijk gezegd is het niet zo eenvoudig. Nee. Want de dienst die heeft daar logica voor nodig. Want een dienst weet wanneer een risicovolle actie gebeurt. Bijvoorbeeld, we hebben een goed voorbeeld met Osiris. Yeah. Als een docent kan gewoon inloggen op Osiris, hè, als Osiris aan Surf Security gekoppeld is, kan hij daar gewoon op inloggen zonder MFA. Maar op het moment dat hij cijfers gaat valideren of invoeren, dan pas wordt er om een tweede factor gevraagd. Maar die dienst weet wanneer dat iemand een cijfer invoert. Ja. Het antwoord op de vraag van Arnoud hangt af van in welke dienst je deze data gebruikt en of die logica in die dienst aanwezig is om daarmee samen te kunnen werken. Precies. Met Surf Security. Ja. En anders doe je toch vaak op andere karakteristieken, zoals attributen, zoals bij je medewerker of zit je in een bepaalde groep of dat soort zaken. Maar dat is niet actiegedreven, risicovolle actiegedreven. Dat is wel een mooi onderwerp om inderdaad in de parallele sessie wellicht verder te gaan. Dus Arnoud, de tweede laatste vraag is van Huip de Pas. Kun je ook met MFA op eigen IDP nog selectief alleen werknemers MFA vereisen? Even kijken. Kun je ook met MFA op eigen IDP nog steeds selectief? Ja. Dat is een goede vraag. Ja. En dat is op dit moment lastig. We kunnen de MFA op de IDP aanroepen voor een dienst. Maar nog niet de context van de gebruiker daar specifiek in meenemen. Okay. Dat kan Surf Connect nu nog niet. Nee. Maar als je er meer vanaf wil weten, kom even naar de breakout. Ja, dat is inderdaad het credo nu. Dankjewel Peter en succes straks met de parallele sessies. Dankjewel. Kijken. Oké, gaan we door naar de echte breakouts die op het programma staan. Zo, dag Femke. Zitten we weer in onze mooie zitjes. Ja. Het zijn fijne stoelen hier in Den Bosch. Dat mag wel even gezegd worden. De collega's zeiden, viel mij al een paar keer op, verwijzen naar de breakouts. Ja, dit is de breakout-sessie in het programma. De inhoudelijke parallele sessies, die bewaren we voor straks.
Maar dit is een breakout. Jullie konden tot nu toe vragen stellen in de chat. Wij gaan jullie nu een vraag stellen. En voordat ik daar met Femke even verder over ga praten, lijkt me verstandig om te weten dat je nu de Mentimeter nodig gaat hebben in de komende 10 minuten. Dus dat betekent dat je op je telefoon of op je tablet even menti.com moet invoeren. En vervolgens een aantal cijfers, een code, die als het goed is nu ook in de chat staan, om bij de juiste sessie te komen. Zal ik het even voorlezen? 557-112-45. Daar zit 112 bij. Nou, misschien een bruggetje. Mentimeter, ga je dus straks nodig hebben. Ik ga het vragen aan Femke in plaats dat ik het zelf ga uitleggen. Wat gaan we eigenlijk doen? Nou, wat we straks gaan doen is met elkaar in kleine groepjes wordt je ingedeeld. Gaat helemaal automatisch in WebEx. En dan kan je met collega's, mede-instellingen over deze vragen gaan discussiëren. En de vraag is, wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van identiteiten en toegang voor jouw instelling? Ja. Dus we moeten allemaal eventjes actief worden. Camera's aan, zou ik zeggen. Als jullie straks in de groepjes zitten, ook even je microfoon aan. Ja. En met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Het is heel kort. Duurt een minuutje of 7, denk ik. Ja. En we vinden het heel leuk om, wat jullie tijdens die gesprekken of wat je nu zelf al bedenkt, om dat in die Menti terug te geven. Zodat we daarna even kunnen kijken wat er besproken is. En wat iedereen als grootste uitdaging ziet. Ja. Dus het is even actief met elkaar in gesprek komen. Zie het als even de pauze of de borrel. Eigenlijk een pauze om even een paar vreemde mensen bij elkaar. Alleen maken wij nu de indeling voor je. Je blijft gewoon in deze WebEx. Magische hand gaat zo direct jullie indelen. Je komt in een groepje terecht. Er zit niemand van de organisatie bij, dus je gaat gewoon zelf met elkaar het gesprek aan. En individueel kun je dus inderdaad al de eerste zaken invullen op de menti.com. Ik zie er al een paar staan, dus dat is interessant. Ja. Dus vul hem graag aan. Dan stel ik voor dat we het hier even bij laten. Ga jullie gang. Succes. Veel plezier. Nou, goedemiddag. Voor de meeste mensen die zijn nu weer terug in de plenaire sessie. Het was voor ons ook even een experiment binnen WebEx om zoveel breakouts te hebben. Volgens ons is het goed gegaan. Misschien niet helemaal feilloos, maar laat het ons achteraf even weten. Wel hebben we heel veel input gekregen. Dat gaan we lang niet allemaal bespreken, want we zitten ook tegen de pauze aan. Maar ik wil wel even vragen aan Femke. Heb je al één of twee onderwerpen gezien waar je het even kort over wil hebben, die je zijn opgevallen? Nou, wat ik vooral zie is MFA. Komt op veel manieren terug. MFA context-based, maar ook voor grote groepen studenten. Gasten toegang geven. Dus hoe geef ik gasten toegang tot mijn applicaties en tot cloud-applicaties. En als laatste heb ik ook een aantal keren autorisatie gezien, autorisatiemanagement. En dat is ook iets wat we terug horen vanuit de instelling. Van ja, op welk niveau ga je dat regelen? Ga je dat heel centraal regelen, maar dan vaak op hoog niveau? En hoe ga ik dat om met applicaties die andere autorisatiemodellen hebben? Dus ja, onderwerpen die voor ons aantal waar we al een tijdje mee bezig zijn, maar ook een aantal onderwerpen waar we nog niet zoveel mee doen als SURF. Kijk, en dat is een mooie. Dus ik wil jullie ook allemaal hartelijk danken voor de input via de Menti. Dat wordt ook bewaard. Dus volgens mij zit er ook, wat ik af en toe voorbij zie komen, een hele hoop huiswerk in voor ons. Om daarmee aan de gang te gaan. En vooral om te zien waar zijn we nog niet mee bezig en waar zouden we mee bezig moeten zijn. Dus dank voor de input. Hiermee wil ik het breakout deel afsluiten en jullie uitnodigen om even te gaan pauzeren. Om 2:50 gaan we terug naar de parallele sessies. Daarvoor moet je deze WebEx sluiten. Dan ga je naar de landingspagina en daar kun je dan de betreffende link van de parallele sessie weer opstarten. En dan kom je in een nieuwe WebEx sessie terecht. Maar nu eerst 10 minuten pauze en graag tot 2:50 terug, direct bij de parallele sessies. De ESI is de European Student Identifier. Dat is een nieuw kenmerk dat geïntroduceerd is om studenten uniek te kunnen identificeren bij internationale uitwisselingen.
Zo kunnen studenten, als ze op Erasmus-uitwisseling gaan, inloggen bij alle diensten in het kader van Erasmus en kunnen de instellingen gegevens uitwisselen over die studenten. Een student kan straks via Surf Connect inloggen op alle diensten van Erasmus, zonder dat daar een apart Erasmus-account voor nodig is. In heel Europa gebeurt dat op eenzelfde manier, waardoor de efficiëntie van deze processen vergroot wordt. Dit jaar gaan we de instellingen die deelnemen aan het Erasmus-programma helpen om het technisch in te regelen. Dat wil zeggen de ESI genereren en doorgeven aan de My Academic ID proxy. In de jaren daarna gaan we kijken of we die ESI breder kunnen gebruiken bij andere samenwerkingsverbanden. En dit gaan we samen met nationale en internationale partners doen. Het Service Provider Dashboard, of SP Dashboard, is een webapplicatie die diensteigenaren in staat stelt om zelfstandig op OpenID Connect of SAML-gebaseerde diensten aan te sluiten en te beheren op het Service Connect platform. Het SP Dashboard geeft jou als diensteigenaar inzicht in en controle over de dienst die je aanbiedt via Service Connect op zowel administratief als technisch vlak. Je kunt zelfstandig een testkoppeling realiseren, testen met een van de test identity providers die we beschikbaar stellen. Heb je alles goed getest en zijn de contracten in orde, dan kun je via het SP Dashboard een productiekoppeling aanvragen. Ons doel is ESP in a day, dus het aansluiten van een service provider binnen één dag. En om dat te bereiken, proberen we zoveel mogelijk van de bestaande processen te automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van de aansluitovereenkomst of het ontmoedigen van het gebruik van privacygevoelige attributen. Hierdoor worden de contactmomenten met support verminderd en is het aansluitproces sneller afgerond. Het zou je ongetwijfeld zijn opgevallen, Surf Connect ziet er sinds een tijdje weer anders uit. Specifiek hebben we het Where Are You From scherm, het scherm waarop je kiest met welke instelling je wilt inloggen, en het informatiescherm, het scherm waarop je ziet welke attributen richting de dienst gaan, een opknapbeurt gegeven. Beide schermen zijn nu in dezelfde stijl vormgegeven en die stijl sluit een stuk beter aan bij de huisstijl van Surf. Het zorgt voor een uniforme gebruikerservaring, wat de gebruiksvriendelijkheid alleen maar ten goede komt. En ook hebben we de toegankelijkheid van beide schermen aanzienlijk verbeterd, zodat de navigatie volledig met het toetsenbord kan worden gedaan en zodat alle elementen uit de interface worden benoemd voor gebruikers met een screenreader. We denken dat een uniforme gebruikerservaring over de verschillende onderdelen van Surf heen erg belangrijk en nuttig is voor gebruikers. De komende tijd zullen we dus de verschillende onderdelen van Surf Connect dezelfde make-over geven. Bij Surf Secure ID koppelen een sterk authenticatiemiddel aan het bestaande account van een gebruiker. Nu moet een gebruiker daarvoor met zijn paspoort of rijbewijs naar de service desk toe. Bij remote vetting willen we dat helemaal zelfstandig door de gebruiker laten doen via zijn smartphone of laptop.
Voor de instelling wordt het makkelijker om grote groepen gebruikers in één keer te voorzien van een sterk authenticatiemiddel. Het voordeel voor gebruikers is dat ze niet meer naar de service desk langs hoeven, maar dat ze zelf de plaats en de tijd kunnen kiezen waarop ze een sterk authenticatiemiddel koppelen. De technische mogelijkheden om remote vetting te kunnen doen, die nemen alleen maar toe. Tijdens de remote vetting proof of concept gaan we deze uitproberen om te kijken hoe gebruikersvriendelijk ze zijn en ook hoe betrouwbaar ze zijn. Goedemiddag en welkom terug bij de plenaire sessie. Als het goed is, hebben jullie allemaal de parallele sessies overleefd. Heel veel wijzer geworden. Hopelijk ook wat antwoorden op je vragen gekregen. Of feedback aan Surf gegeven, waar Surf mooi mee aan de slag kan. Ook als je nog contact wil met bepaalde product managers of technisch product managers of adviseurs over Identity and Access Management. Het mailadres is altijd voornaam.achternaam@surf.nl. Voor de oudgedienden onder ons, alle mailadressen, Surfnet, Surfmarket en Surfsara, dat werkt nog wel, maar we gebruiken allemaal surf.nl. We zijn aan het laatste item toegekomen. En misschien valt het niet helemaal mee met de warme temperatuur. Ik hoop dat je op een lekkere, koele plek zit. Hier in Den Bosch gaat het in ieder geval prima. We hebben ook wat frisdrank bij elkaar, dus iedereen staat er nog lekker mond erbij. Ik hoop dat het bij jou thuis ook het geval is. In ieder geval is het de moeite waard voor de afsluitende keynote. Want die gaat over security en identity and access management. Dan zou je denken van, dat is een behoorlijk technisch onderwerp. Maar we hebben wel iemand gevonden die daar op een mooie manier over kan praten en ook veel ervaring mee heeft. Ik ga bij jullie introduceren mijn collega Wim Biemelt, inmiddels aangeschoven. Security and identity access management, dat gaat vaak over het stelen van logingegevens om toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Of om je ransomware te installeren, zodat je een hoop bitcoins moet betalen. Nou, daar hebben we natuurlijk in onderwijsonderzoek inmiddels helaas wat ervaring mee opgedaan de afgelopen jaar. Wim gaat daar wat vertellen over zijn ervaringen en zijn kennis. Uiteraard gaat hij in op een van de oplossingen daarvoor, multifactor authenticatie. Maar Wim gaat ook in op zaken als de DDoS aanvallen, de distributed denial of service aanvallen, waarbij je een internetaansluiting volledig vol komt te zitten en je eigenlijk niks meer kunt als organisatie. En natuurlijk ook op de voordelen om dit gezamenlijk aan te pakken. Daar heeft Wim aansprekende voorbeelden bij. En Wim kan het weten, want hij is niet alleen een network engineer voor het landelijke surfnetwerk, al vele jaren en heeft daar veel ervaring mee. Maar hij is ook voorzitter voor SurfZ. En dat is het team van medewerkers, security specialisten, die 24/7 per dag het netwerk bewaakt op security incidenten en coördineert in afstemming met jullie security specialisten bij instellingen. Het SurfZ-team bestaat overigens niet alleen uit Wim en collega's van Surf, maar ook uit security specialisten van instellingen. Dus dat is een heel mooi samenwerkingsverband. Dus de komende 20 minuten, mooie afsluitende keynote van deze What's Next at Surf Connect. Met Pippi Lankhuis, maar vooral in de hoofdrol Wim Biemelt. Succes! Dankjewel. Ik vond het een enorme eer om gevraagd te worden voor deze presentatie. Omdat ik in eerste instantie dacht, wat moet ik eigenlijk vertellen? Wat weet ik van Surf Connect? Maar ik hoop dat ik een haakje heb gevonden. Allereerst was daar de aankondiging dat de eerste keynote zou worden ingevuld door iemand die lid was van de Internet Hall of Fame. Namelijk Klaas Wieringa, zoals jullie die gezien hebben. En voor mij was dat extra bijzonder, want dat is een oud kamergenoot van mij. Nu blijkt echter dat de kamergenoten ook van ideeën kunnen wisselen, want Klaas vertelde dat Winsum, wat ergens in Noordoost-Groningen ligt, ik zou zeggen Winsum ligt in de mooie gemeente Waterhoeken in Friesland. Maar goed, ik vond het leuk om op eenzelfde conferentie te kunnen spreken als waar Klaas ook heeft gesproken. En nu zou het eigenlijk nog mooier zijn dat deze presentatie werd gegeven door iemand die ook lid is van Internet Hall of Fame. Dat is namelijk niet mijn voormalige kamergenoot, maar de voormalige baas van Klaas en mij, Erik. En ik had mij voorgenomen hier niks over te gaan zeggen, maar het is echt waar. Afgelopen zaterdag liep ik mijn rondje door Utrecht en werd bijna van de sokken gereden door Erik. Daarvan schrok ik zo. Ik had natuurlijk moeten vragen, Erik, wil jij een keynote houden op What's Next, Surf Connect? Maar ja, ik was flabbergasted en dacht van, wat moet ik eigenlijk zeggen tegen Erik? Toen hij stopte, hij zei, loop maar lekker door, dat heb ik gedaan. Het gevolg is dat jullie het met mij moeten doen.
Maar de presentatie over een aantal security onderwerpen met enige relatie tot SurfConnect. Wat ik ga doen is iets vertellen over credentials, denial of service. En ik eindig met iets wat ik encryptie heb genoemd, maar wat daadwerkelijk op ransomware neerkomt. En ik stop gewoon wanneer dat de tijd om is. Ik begin met een iets wat heet Silent Librarian. Dat is een zogenaamd Advanced Persistent Threat, waarbij een state actor, in dit geval Iran, probeert om credentials te stelen van over het algemeen universiteiten. En een aantal van onze universiteiten zijn daadwerkelijk slachtoffer dan van geworden. En nog deze week hebben wij contact opgenomen met een aantal instellingen die hier last van hadden. Maar wat is dat eigenlijk? Wat Silent Librarian? Het was recentelijk nog in het nieuws van de NOS dat zij proberen werkelijk gigabytes, terabytes aan wetenschappelijke data te stelen bij onze instellingen, bij jullie dus. En ook onze vrienden van de AIVD hadden daar in hun jaarverslag onlangs nog een opmerking over dat dergelijke landen proberen om spionage te plegen bij onze doelgroep. Dus echt iets om je zorgen over te maken, zou ik zeggen. En wat ze daarbij doen, is gebruik maken van een of ander obscuur domein. En daar plakken ze een naam voor die lijkt heel erg op een domein die gebruikt wordt door jullie. Dus iets met surfconnects.nl, een heel obscuur domein. Daar vragen ze een certificaat voor aan. En proberen met behulp van een phishingcampagne mensen te lokken om hun credentials af te geven. En met die credentials kunnen ze dan inloggen bij instellingen om zo die wetenschappelijke data los te krijgen. En dat is natuurlijk iets dat moeten wij niet willen. Dat is slecht. Ook al zijn ze misschien geïnteresseerd in de mooie wetenschappelijke artikelen die wij hebben geschreven, het is gewoon niet netjes dat ze onze credentials stelen. Nou, wat doen wij daaraan vanuit SurfCert? Dat betekent dat wij de beschikking hebben over wat wij indicators of compromise noemen, IOC's. Daarmee kunnen wij in het netwerkverkeer zien bepaalde trends, bepaalde kenmerken dat dit speelt. En dat het speelt, ik noemde het zo net al, deze week nog zijn 6 instellingen van jullie gecontacteerd door SurfCert, dat er wederom domeinen waren geregistreerd die werden misbruikt om credentials te pakken. En dat is iets, nou, dat moeten we gewoon niet willen. We hebben ook een van mijn collega's een mooie dienst gemaakt die kijkt wanneer dat dergelijke domeinen worden geregistreerd. Dat kun je heel makkelijk doen. Er is een site, crt.sh, waarin alle uitgegeven certificaten worden weergegeven. En daarop kun je zoeken op een bepaalde domeinnaam. Dus als je dan zoekt op universiteit.nl, dan zie je alle matches die voorkomen in zo'n certificaat. Zo'n certificaat kan dus daadwerkelijk misbruikt worden door Silent Librarian om phishing te doen. En dat zou je niet moeten willen. Iets heel anders, maar misschien ook niet eens heel anders. Ik had daar zelf nog nooit van gehoord, maar ik vond het wel grappig dat wij werden benaderd door wetenschappelijke uitgevers of wij bekend waren met het fenomeen Sci-Hub. Ik was daar totaal niet mee bekend. Wat doe je dan als je dat niet weet? Nou, je gaat dus op Wikipedia zoeken. Wat is dat? En het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Je kunt alle wetenschappelijke artikelen, alle wetenschappelijke data, kun je gewoon via een eenvoudige website krijgen. Nou, dat is mooi toch? Want eigenlijk als wetenschapper wil je graag dat andere mensen kennis nemen van je data. Nou, de uitgevers zelf zijn daar niet zo blij mee. En bovendien is het de vraag hoe zij eigenlijk aan al die wetenschappelijke artikelen komen. Krijgen ze dat wel op een legale manier of misbruiken ze daar credentials voor? Ik dacht, ik ga gewoon eens op onderzoek uit. Het zag er overigens in eerste instantie heel erg hip en fancy uit. Ik kon gewoon een aantal add-ons vinden voor mijn browser, Firefox, die je helpt bij het gebruik maken van Sci-Hub. Nu heb ik zelf ooit kort een wetenschappelijke carrière gehad, zoals jullie zien in de vorige eeuw. En ik dacht van, zou ik dit artikel, wat ik thuis nog gewoon in een printje had,
En wat, als je helemaal onderaan kijkt, tot mijn schrik in de vorige eeuw al $3, $3.5 kostte, zou ik dat kunnen vinden in deze Sci-Hub? Nou, tot mijn teleurstelling kon ik die helaas niet vinden. Maar geen nood, behalve dat ik auteur was, was ook Rutger, zoals wij hem onderling noemen, of professor dokter R.A. van Santen, hier mede-auteur, is heel lang hoogleraar geweest bij de Universiteit van Eindhoven. En uiteindelijk ook een rector magnificus, geloof ik. Zou ik een artikel van hem kunnen vinden? Nou, dat heb ik geprobeerd om op te zoeken. Dan zie je dat je via de site PMC krijgt een uniek nummer van alle artikelen. Al het artikel zou een uniek nummer moeten hebben. Dat kun je dan invullen in Sci-Hub. En verrek, je krijgt gewoon dat artikel gratis en voor niks, zonder dat ik zelf, credentials bij me weten, hoop ik, credentials heb afgegeven, krijg je te zien. Je zou zeggen, nou ja, wat is het probleem? Dat is toch mooi. De vraag is alleen, krijg je dit legaal of gebeurt er onder water iets wat toch niet helemaal zuiver is? De uitgevers beweren dat dit niet helemaal zuiver is, dat hier gebruik wordt gemaakt van gestolen credentials. En hebben daarom iets in het leven geroepen, of ondersteunen in elk geval iets, dat heet PSI. Het zegt mij in eerste instantie niet zo heel erg veel, maar om een idee te geven, het geeft ruim 256.000 IP-adressen waarvan verdachte activiteiten zou plaatsvinden, waarvan 722 te maken hebben met dat Sci-Hub. Dat is de datum van 22 april, was het teller. Nou, en dan vind ik het altijd leuk van, als je dit soort lijsten ziet, wat heeft het eigenlijk van betekenis? Wordt dergelijk misbruik op ons netwerk waargenomen? En dan, dit zijn plaatjes waar ik altijd blij van word. Gewoon kijken van, vindt er verkeer van en naar deze IP-adressen plaats? Nou, dat vindt daadwerkelijk plaats, maar na de analyse laat zien dat het behalve misschien een nuttige manier is om ongewenst verkeer te voorkomen, dat er ook false positives tussen lijken te zitten. Wij zijn dus nooit een voorstander hiervan. Maar goed, het blijft de vraag in hoeverre Sci-Hub iets is waar je wat mee moet. Dan een derde, was voor mij ook nieuw. Share ID. Ik weet niet of mensen het hier ooit van gehoord hadden. Ik had er nog nooit van gehoord. Waar ik wel wat van had gehoord, ik noemde al, ik loop af en toe een rondje in Utrecht. En behalve Erik heel af en toe in zijn vette elektrische auto, zie ik af en toe ook een kapper staan. En niet dat ik dat zelf heel erg vaak nodig heb. Maar ik ben dan geïntrigeerd door het feit dat dit een studentenkapper is. En wat betekent dat eigenlijk, een studentenkapper? Krijg je dan een studentenkapsel aangemeten? Of, en dat was het hier in het geval, je krijgt gewoon korting. En daar word ik zelf enthousiast van. Korting krijgen, dat wilde ik ook natuurlijk. Ik ben geen student meer, ook al heb ik een studentenkaart. Zoals jullie kunnen zien, maar ik vrees dat deze niet meer geldig is. Wat ik nog wel leuk vond toen ik mijn eigen studentenkaart weer zag, is dat vroeger duidelijk werd gemaakt dat dit een waardevol document was. En dat je dat bij het dichtstbijzijnde politiebureau moest afgeven als je die onverhoopt vond. Ik dacht, hoe zou dat tegenwoordig eigenlijk werken? Volgens mij word je uitgelachen bij de politie als je met een studentenkaart komt. Maar goed, behalve een kapper vond ik, kun je ook hele andere nuttige dingen doen als je student bent. Je zou bijvoorbeeld met 50% korting een Spotify abonnement kunnen afsluiten. Nou, dat scheelt toch lekker als student, dat je maar de helft hoeft te betalen van wat je normaal hoeft te doen. Hoe werkt dat dan? Moet je aan Spotify voor een camera je studentenkaart laten zien of iets dergelijks? Gewoon benieuwd naar hoe dat werkt. Als je dan doorklikt, dan zie je in het Nederlands netje dat studenten krijgen hem 1 maand gratis, dus nog meer korting, 1 maand gratis en daarna betaal je maar de helft. Maximaal 4 jaar lang overigens, dus je moet wel een beetje opschieten met je studie. En dan klik je verder en dan staat daar uiteindelijk van, wij verifiëren je studentenstatus via de dienst van een derde partij genaamd Share ID. Hier komt die partij aan woord. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, wat blijkt is dat deze partij in principe probeert credentials los te krijgen van studenten. Die zijn in de veronderstelling dat ze korting krijgen, dat krijgen ze ook, dat is het niet. Maar dat Share ID maakt dan op illegale wijze, ja, probeert het jouw credentials af te pakken. Dat noemen wij gewoon phishing. En er zijn meerdere instellingen bij ons hier kwetsbaar voor geweest. Althans, studenten hebben dat afgegeven. Er is overigens een mooie oplossing ervoor als je wilt dat mensen toch een goedkoop abonnement krijgen. En dat heet In Academia. Maar daar hebben jullie alles al van gehoord eerder vandaag. Kortom, ik heb een drietal manieren laten zien waarbij mogelijk of zeker
je credentials worden gepakt. Ook laten zien dat dat een soort kat-en-muisspel is. Elke keer bedenken wij weer iets nieuws hoe je kunt voorkomen dat daar misbruik van wordt gemaakt. Maar dat is niet altijd met evenveel succes. Wat kun je daar aan doen om dat te voorkomen? Uiteraard gebruik maken van Surf Connect en Zegen in combinatie met Surf Secure ID, zodat je twee-factor authenticatie doet. En daarmee is de kans dat er misbruik wordt gemaakt van accounts die worden afgepakt een stuk kleiner. Oké, what's next? Hier kan ik uren en uren over praten. Helaas gaat dat niet meer. Pump up the volume, denial of service. Ik sla gezien de tijd deze een beetje over, maar dit laat zien een van de allereerste DDoS-aanvallen waarbij wij van Surf te maken hadden. Dat begon nog in mijn geliefde oude kantoor, toen wij nog gewoon gezellig Surfnet waren. En uiteindelijk eindigde het rechts onderaan met de veroordeling van degene die de DDoS op ons had uitgevoerd. Die werd bijgestaan overigens door een zeer leuke advocaat. Maar goed, dit geheel terzijde. Behalve van advocaten zat ik toen ook hele andere dingen te dromen. Want waar droomde ik toen van? Ik droomde van een eigen 100 gig aansluiting. Want die aanval die jullie net zagen was 40 gig. En ik dacht, als ik nou een 100 gig aansluiting heb, dan wie maakt mij wat? Dan kan er toch niks gebeuren. Nou, helaas ben ik daar inmiddels wakker uit geworden. Dit is een van onze instellingen die afgelopen jaar getroffen werd door een aanval van meer dan 100 gig, namelijk ongeveer 110 gig per seconde. Ik heb inmiddels een 100 gig aansluiting. Yeah. Maar dat was dus niet voldoende geweest om deze aanval af te slaan. Je ziet overigens dat dit soort aanvallen steeds groter en langduriger worden en dat ze een groot probleem kunnen worden. En behalve deze klant is bijvoorbeeld ook Surf Connect zelf helaas een keer een slachtoffer geworden van een DDoS-aanval. Behalve dat ze veel verkeer sturen, verzinnen ze vaak ook allerlei trucjes om je plat te krijgen, om je van het netwerk te drukken, om te zorgen dat jouw dienstverlening, een belangrijke dienstverlening als Surf Connect, tijdelijk onbereikbaar zou zijn. Wat ze dan kunnen doen, is bijvoorbeeld behalve je dienst rechtstreeks aanvallen, de router waarmee je bent aangesloten op een netwerk aan te vallen. Dat is een beetje wat je hier ziet. Wat je ziet, wat ze vaak doen, is een zogenaamd trace route doen, vanaf waar zij zitten naar de bestemming, de target, die je hier rechts ziet staan. En dan gaan ze in plaats van dat het doel zelf aanvallen, de router die daarvoor zit aanvallen, om te kijken of die wel kwetsbaar is. We zien heel vaak dat als mensen heel erg determined zijn, heel erg willen dat een dienstverlening plat gaat, dat ze hun toevlucht hiertoe nemen. Een derde type aanval is dat ze het DNS te pakken nemen. DNS vertaalt een domeinnaam naar een IP-adres. Als je dat niet meer kunt doen, dan wordt eigenlijk de dienst effectief ook onbereikbaar. Heb je veel minder verkeer voor nodig. En de grap is, als je zo'n aanval uitvoert met een heleboel DNS-verkeer, maakt het filter heel erg lastig. Het is dan eigenlijk onmogelijk om het verkeer te stoppen. En wat je vaak ziet wat ze doen is dit. Je hebt hier een gewone gebruikster. Die vraagt bijvoorbeeld wat is www.surfconnect.nl. Zo'n vraag wordt doorgestuurd naar de resolver van die gebruiker. En dan komt uiteindelijk terecht bij een van de nameservers waar surfconnect.nl wordt gehost. Dat werkt meestal perfect. Maar als je dan een hacker hebt, die heeft vaak de beschikking over een enorme hoeveelheid kwetsbare systemen. En wat zo iemand dan doet, is bijvoorbeeld een complete random string .surfconnect.nl afvuren op diezelfde nameserver. En die nameserver krijgt daarmee zoveel vragen dat hij totaal niet meer weet wat hij moet doen. En daarmee wordt de dienst onbereikbaar. Dat is zeker ongewenst. Kortom, we hebben gezien dat er heel wat slechteriken op het netwerk zijn, die constant denial of services afvoeren, en dat je eigenlijk noodzakelijk hebt dat iemand die aanvallen voor je weet te stoppen. Het derde type aanval. Wat jullie hier zien, dit is hem echt. Dit is een laptop die gebruikt is, misbruikt is moet ik zeggen, in een ransomware aanval bij een van onze aangesloten instellingen. Vanaf dit soort laptops die we allemaal hebben, sommige mensen hebben een Mac en anderen hebben een oude Windows, weet ik veel. Dit is een laptop waarmee de eerste stap plaatsvond van een ransomaanval. En dat ziet er eigenlijk zo uit. Ik weet niet of mensen dat gezien hebben, maar dan krijg je een of ander berichtje
waarin staat, neem contact op, al je systemen zijn versleuteld, niks meer aan te doen, vette pech en het enige wat je kunt doen is betalen. Nou, wat wij dan doen vaak als SurfCert is proberen te achterhalen wanneer is dat eigenlijk begonnen. Aan de hand van wederom IOC's, kenmerken van wat is er misgegaan. En dan ziet het dan zo uit, een aantal stippeltjes, dan is er heel weinig verkeer, dan zijn ze bezig en in één keer gaan ze helemaal los, totdat je halve netwerk versleuteld is. Wat doe je dan als je zoiets overkomt? Nou, ik weet wel wat bij mij zou gebeuren. Ik zou in eerste instantie waarschijnlijk compleet in paniek raken. Holy shit, wat gebeurt er nou? Al mijn systemen zijn gecrypt. Maar er is een oplossing, hoewel ik niet echt een oplossing moet noemen. Maar is fors betalen. En als je dan fors betaalt, krijg je vaak een elektronische sleutel terug, waarmee je je systemen kunt decrypten. En heb je weer toegang tot je systemen. Klinkt simpel overigens, je bent nog steeds gewoon weken bezig om de boel weer bij de orde te krijgen. Veel beter is het eigenlijk dat je je zaak op orde hebt met behulp van backups, dat je gebruik maakt van twee-factor authenticatie, dat je segmentering toepast zodat mensen niet zomaar overal bij kunnen. En dat je als je dan onverhoopt toch getroffen wordt, dat je niet betaalt. Dat ziet er eigenlijk net zo uit. Ik vond het wel grappig trouwens, de detail, een falen TL-balk. Bij het scherm wat er wordt laten gezien. Dat is een andere instelling die later getroffen werd door een ransomware-instelling. Hier hadden ze een complete customer portal gebouwd. Ze zien wanneer dat jij op de link klikt om te kijken van wat er aan de hand is. Maar hier hadden wij te maken met een klant die zei van, bekijk het maar, wij betalen lekker niet. Uiteindelijk hebben we overigens hetzelfde analyse kunnen doen. Wanneer begint dit? Wanneer loopt dit af? Hoeveel data is er eigenlijk gefiltreerd? En wat extra, en daarom vond ik het wel grappig bij het What Next thema, wat nieuw voor ons was, is dat ze niet alleen de boel versleutelen, maar dat ze ook data van je stelen en die vervolgens die data publiceren ze. Dat is natuurlijk gewoon vet. Het is al kloten dat ze je boel versleutelen, maar het is ook nog vet vervelend dat ze... waarom zeg ik eigenlijk vet, dat ze je boel publiceren. Dan kun je ook nog een beetje geluk hebben, en dat heb je soms nodig in het leven, geluk, dat je er op tijd achterkomt bij ransomware bij een instelling. Dit was een andere instelling, dat liep ongeveer rond dezelfde tijd als de instelling waar ik hier eerder over sprak. Ik wilde net gaan slapen. Ik krijg toen een berichtje van, hey, er is ook een andere instelling dat een probleem heeft. Ik maak dan weer van die heftige plaatjes waarin je ziet van wat er aan de hand is. Maar hier kapt het in één keer af, omdat de instelling erachter kwam dat er een aanval plaatsvond en gewoon ingreep. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil. En de instelling kon naast de informatie met ons delen gelukkig op tijd ingrijpen. Dat gun je natuurlijk iedereen. Wat hebben we hiervan geleerd, van die ransomware? Uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen. Ik noemde al een paar daarvan, zoals twee-factor authenticatie, segmentatie en backups. En dan sluit ik af met, de cirkel is rond, zoals ik dat wilde noemen. Weer met mijnzelfde podium, op plek 3 staande. Twee hele fijne diensten die kunnen voorkomen dat je misbruik van je wordt gemaakt over het hengelen van credentials en zo. Dat heeft te maken met, als je Surf Connect gebruikt, zeker in combinatie met iets als Surf Secure ID, dan ben je goed bezig. Nog beter ben je bezig als je een hele perfecte internetprovider gebruikt. Want als ze dan onverhoopt een DDoS op je infrastructuur uitvoeren, dan ben je eigenlijk bijna automatisch beschermd. En zeker als het helemaal uit de klauwen loopt, dan kun je altijd terecht bij SurfCert, die je probeert te helpen als de politie van het internet. Dank jullie wel. Dank je wel, Wim. Nou, geweldig. Ja, eigenlijk nog applaus. Het is dank je wel voor dit inkijkje in de echte praktijk, wat er allemaal gebeurt. Dat zie je niet vaak. Mooie voorbeelden. Ja, nogmaals dank. Ik kijk even naar een klok die op nul staat. En ik kijk ook even naar Teun of er misschien nog vragen zijn die in de chat terecht zijn gekomen. Nee, tot nu toe niet. Ik denk dat het vooral tot wat nadenkwerk zal leiden.
Nou, je hebt heel mooi je mailadres ook aangegeven, dus daar kunnen mensen ook nog voor terecht. Nogmaals dank. En ik zou zeggen, pak lekker iets kouds te drinken, want daar is het wel de temperatuur voor. En dan ga ik met jullie samen met Femke Mors deze What's Next at Surf Connect afsluiten. Femke, mag ik jou uitnodigen om bij de tafel even plaats te nemen? Als we zo naar het programma kijken, dan is er heel veel voorbij gekomen. Heel veel afkortingen. Ik moet zeggen, ja, ik zit er zelf heel wat aardig bij geleerd. Ik ben benieuwd of jij nog wat signalen hebt ontvangen over wat er gebeurd is tussen de deelnemers en met de presentatoren. Nou, we hebben de presentaties ging ik in een hoog tempo en afkortingen zoals je gaf. Maar ik denk dat het een snel inkijkje geeft in wat we hebben gedaan. En met opzet zijn de breakout sessies ook wat langer gekozen, zodat mensen echt de tijd hadden om in gesprek te gaan. Nou, ik merkte dat soms de vragen even op gang moesten komen bij de breakout sessies. Ja. Maar er zijn toch goede vragen gesteld. En ik kan me ook voorstellen dat de deelnemers misschien moeite hadden met kiezen. Want volgens mij waren het allemaal hele interessante onderwerpen. Ja. Maar ja, daar is ook nog meer over te lezen natuurlijk op onze website. Nou, je hebt tussendoor die filmpjes gezien. Surf Connect in 1 minuut. Nou, die zullen we ook nog publiceren en in onze nieuwsbrief noemen. Dus volgens mij was het een volle dag met veel vragen, ook ruimte voor verdieping. En ik hoop eigenlijk de volgende keer, maar dat is ook een uitnodiging voor de instellingen, dat we ook wat instellingen aan het woord kunnen hebben. Want ik vind het gewoon ook heel erg leuk en ook voor elkaar om te zien hoe als instelling jij dingen organiseert, hoe je dat doet. En dan kunnen we van elkaar leren. Want volgens mij is er nog heel veel te leren van elkaar, van Surf. Dus we gaan gewoon door met What's Next. Ja, nee, heel mooi. Ja. Dat is een mooie uitnodiging. Daar wil ik graag bij aansluiten. Voor de volgende aflevering, dan hopen we ook weer dat we ook bij elkaar in de locatie kunnen zitten. Uiteraard ook weer met een online variant erbij. Maar vooral ook de verhalen van de instellingen zelf. Nou, je zag het net al in de laatste keynote. Dat zijn eigenlijk verhalen van instellingen. Het zou mooi zijn als we dat samen kunnen vertellen, inderdaad. Dus, dankjewel voor de inkijk. Ik ga even de conferentie afsluiten. Het sluit ook mooi aan bij wat jij zei. Want alle opnames en slides die je vandaag gezien hebt, die komen ook beschikbaar. Daar krijg je ook nog een e-mailtje van, zodra we daar klaar mee zijn. Dus ook als je, en we hebben het je erg moeilijk gemaakt met de parallele sessies, dat geef ik toe. Ik zou zelf ook moeite hebben. Alle opnames komen beschikbaar en dan kun je achteraf nog achter elkaar afkijken op een druilerige zondagmiddag of gewoon ergens tussendoor wanneer je tijd hebt. Ik dank jullie voor jullie deelname. Wat ons opviel vandaag was dat het aantal deelname hoog is gebleven de hele conferentie lang. Nou, dat is al op zich een heel mooi compliment. Om zeker te weten of dit een beetje aan jullie wensen voldoet voor de volgende keer. Jullie krijgen ook weer een evaluatieformulier. En vul daar vooral in wat beter kan en of je andere suggesties hebt. Of misschien zelf wat Wim gaat presenteren. Van harte welkom. En ik wil vooral alle collega's hier bedanken van het team. Van het team van Femke, alle collega's van Identity en Security. Maar ook de hele organisatie, het eventteam wat hier veel werk in heeft gestaan. De mannen hier van de techniek. En de mensen hier van het congrescentrum 1931 in Den Bosch. En misschien zien we jullie daar ook wel weer in november als hier de onderwijsdagen zijn of bij een andere bijeenkomst. Ik zou zeggen, nog een hele fijne middag. Ga nog even lekker naar buiten, pak nog even wat te drinken. Wij gaan hier in Den Bosch. Ik ga even op zoek naar een bossenbol en of daar dan ijs in zit. Ik weet niet of het bestaat, maar ik ga er naar op zoek. Lijkt me heerlijk. Dank jullie wel voor de belangstelling en graag tot de volgende keer.